Welkom bij Pauline's podcast. Hier krijg je inspiratie over boeken en schrijvers, over persoonlijke ontwikkeling, mindset, groei en ondernemen. Wat ontzettend tof dat je podcast nummer 26 gaat luisteren. Vandaag hebben Karen en ik in de boekenclub op Clubhouse Tom Meerman te gast. We bespreken met Tom het boek Focus op fotografie, foto's analyseren en bespreken. En het grappige is dat hij bij iedere foto fantaseert over wat hij niet ziet. En Tom is het al gewend, want hij fotografeert al vanaf zijn 14e. Hij helpt bij grote foto-exposities, bij het samenstellen van de collectie. En hij is nu bijvoorbeeld bezig met een tentoonstelling over Auschwitz. En daar helpt hij bij de fotokeuze en hoe het gepresenteerd kan worden. En daar komt zelfs een toneelstuk van. Verder bespreken we het manipuleren als fotograaf bij het maken van foto's. En hoe hij de Twin Towers ooit op een hele bijzondere manier fotografeerde. Wat associaties opwekt en hoe je inspiratie op kan doen. En natuurlijk de indeling van zijn boek met de beeldelementen van een foto. En hoe je jezelf kan uitdagen om echt een foto te analyseren in plaats van alleen het woord mooi te gebruiken. En hij geeft hier maar liefst 1000 varianten op. De foto's die wij bespreken in de room en waar je zijn boek kan bestellen, tref je aan hier in de beschrijving. Nou, veel luisterplezier! En als het goed is, zie je bovenin zie je ook een link staan. Zie jij die ook, Tom, of niet? Bovenin een link. Even kijken. Shared by Pauline Smalen. Is dat ja, de link? Die ja. Kijk, als je daarop klikt, dan kom je op mijn website uit. En daar staan een aantal foto's die ik van jouw boek heb gemaakt. Oké. Okay. Waar we het over gehad hebben. Hier is Tom Meerman, waar gaan zijn boeken over? Oké, okay, nou, dat is allemaal tekst over mij. Jeetje, oké. Okay. Ja, dat is alleen maar goed. Gaat jou, alleen maar goed, hoor. Ja. Goed. Nee, ik dacht, als we wat foto's zullen bespreken, dan kunnen we misschien deze nemen. En ik dacht dan een verzamelpagina en dan kiezen er gewoon een paar uit. Ik denk dat is wel leuk, want met audio is het toch best een uitdaging. De combinatie van beeld en audio hier op Clubhouse is natuurlijk, dat is een spannende combinatie. Ja. En dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is, maar als er hulpmiddelen zijn om naar een link te gaan en dat we daar kunnen kijken, voor de mensen die jouw boek nog niet kennen, ja, dan is dat al altijd prima, toch? Zeker, ja. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel een uitdaging om foto's te beschrijven zonder dat je ze ziet. En dan het alsnog te hebben over van wat betekent die foto eigenlijk en op welke manier komt die betekenis tot z'n recht. En voor wie is dat betekenisvol? Dus het is soms spannend. Nou, natuurlijk is het spannend om de foto te zien. Ik kocht dus een keertje op het Waterloopplein een handvol met oude foto's, gewoon 100 jaar oud. Ja. Ik zat te onderhandelen met die man over wat het allemaal moest kosten. En we kwamen op een simpel prijsje uit. En toen zei ik, oké, dan doen we het daarvoor. Nou, dat is goed. Toen zei die man, ja, weet je wat het leuke is van foto's? En daarom zijn ze ook hun geld waard. Ik zeg, vertel. Ja, zit hij, je kan er zo lekker bij fantaseren. Mooi. Het was gewoon een handjevol, oude fotootjes uit 1900 of zo. Maar je kan er zo lekker bij fantaseren. Dat vond ik van een marktkoopman op een rommelmarkt wel een leuke. Ja, en is dat ook wat jou zo aantrekt in het analyseren van foto's? Bij iedere foto die ik zie, of dat nou een pasfoto is of een WordPress fotowinnaar, bij iedere foto die ik zie fantaseer ik over alles wat je niet ziet. Oh echt, ja? Ja. Ik beschreef eens een keer, ik schrijf wekelijks in de Gelderlanden een stukje over een foto. Mm-hmm. En daar heb ik het dus ook heel vaak over, van hoe is dat, die foto nou tot stand gekomen? En daar was een keer een foto die ik besprak en daar zag je twee volwassen mannen die zaten op de grond in een verder compleet witte ruimte. Er hing alleen één klein plaatje aan de muur en die mannen die hadden een of andere app ontwikkeld. En dat interview ging over die mannen en toen dacht ik van, maar waarom is dit nou een foto dat die twee mannen op de grond in een witte ruimte zitten? Dus ik schreef in mijn stuk van, dat is toch op zich een beetje een vreemde setting als je dat zo voorstelt, drie van die kerels die zo tegenover elkaar zitten. Waarop dus de redacteur van de krant dat veranderde, want in de krant stond twee van die kerels die daar zitten. Dus ik nam even contact met de redacteur. Ik zei, ja, ik vind het fijn dat je mijn teksten corrigeert, maar er zaten toch drie kerels tegenover elkaar, of niet dan? Ja, ik zie er maar twee. Daar gaat het over. Gaat over die foto. Nou, er zat ook echt een fotograaf en dat is de setting waar ik het over had. Ja. Want een foto is altijd een onderdeeltje in de tijd. Er is altijd een heleboel daarvoor gebeurd, er gebeurt waarschijnlijk nog een boel daarna. Maar het is ook een kadertje, je kijkt voor je uit. Maar wat gebeurt er daarboven, daarachter, daaronder? Ja, en op een of andere manier, als je je daar een voorstelling van kunt maken, dan ga je ook snappen wat die foto kan betekenen. Ik snap het. En dat is razendspannend. Ja. Dat is hartstikke leuk.
Absoluut. Hey Tommy, je gaat al helemaal van start en ik snap de passie voor fotografie. Maar laten we even teruggaan naar jouw boek. Want jij hebt ten eerste, ik heb gelezen dat je bent redacteur, je bent jurylid, coach, galeriehouder, recensist en zelffotograaf. Klopt dat allemaal? Nou, galeriehouder, dat heb ik toch niet ergens. Dat zou leuk zijn, maar... Oh, nee, dat las ik ergens. Nou ja, kijk, ik heb een atelier en we hadden laatst hier, ik woon in Culemborg, open atelierroute. Dus de kunstenaars uit de stad doen mee, dus had ik ook mijn atelier opengesteld. En dan is dat een tentoonstellingsruimte. Maar om nou mezelf galeriehouder te noemen, dat is wel een groot woord. Oh, oké. Okay. Nou, dat is toch... Mijn werk ligt dat in een galerie te koop, maar dat is niet mijn galerie. Dat is de galerie van Roel Zandvoort. Ah, oké. Okay. Foto's. Oh, oké. Okay. Nou, dan passen we die even aan. Ben ik daar nog dingen in vergeten? Want wie is Tom Meerman? Nou ja, kijk, ik ben opgeleid als autonoom beeldend kunstenaar. Mm-hmm. Daarnaast ben ik ook opgeleid als commercieel econoom. Dus dat is altijd een beetje een curieuze dubbeling. Maar ik voel mij absoluut in alles wat ik doe een autonoom kunstenaar. En dat doe ik met fotografie. Ik begon op mijn 17e met fotograferen. En dat is eigenlijk altijd mijn richtsnoer geweest. En ik ben ook tot op de dag van vandaag iedere dag opnieuw nieuwsgierig naar wat je met foto's kunt doen. Dus noem mij fotograaf en autonoom. Maar in de praktijk bestaat mijn werk uit het praten over fotografie. Ja. En praten over, dat betekent letterlijk praten, zoals nu. Dat betekent ook als docent praten over foto's. Dat betekent ook schrijven over foto's. Dus ik sprokkel zeg maar mijn activiteiten bij elkaar. En zo word ik ingehuurd als coach of als masterclass docent of... als schrijver of als... kijk, ook als ik een tentoonstelling samenstel, dan ben ik inderdaad ook wel de ontwerper, maar ik ben altijd de ontwerper vanuit de betekenis van het beeld. Ja. Om een idee te geven, ik werd een tijdje geleden benaderd door iemand die had een schoenendoos vol met foto's en die zei, ik heb ook een ruimte waar ik dit mag exposeren en ze zeiden dat jij mij kunt helpen om dat tot een goed eind te brengen. En die ruimte bleek een leegstaande fabriekshal te zijn, dus toen... Oh. Dan zei ik van, oké, maar als wij willen dat die foto's nog zichtbaar worden, dan moeten we ze allemaal 2x3 gaan afdrukken. Dat kan, maar dat is ook een beetje saai. Misschien moeten we ze in de ruimte hangen en zo gaandeweg kwamen we verder. En nu wordt daar binnenkort dus die hele fabriek al omgebouwd en er worden allemaal kleine hokjes in getimmerd. En in die hokjes komen die foto's te hangen, zodat het toch weer intiem is, maar ook een soort dwaaltocht. Oh, gaaf. Wow. Ja, dat is een leuk idee. Ja. Ja, dat wordt wel heel groot. Het onderwerp is niet vrolijk, want het tentoonstelling gaat over Auschwitz. Oh, maar ja, goed, Arno Grunberg die komt spreken en dus het is wel prestigieus, zou ik maar zeggen. Ja, maar dat is ook absoluut een onderwerp waar nog steeds aandacht aan besteed moet worden. Zeker. Het mooie zat er dus in dat ik door middel van de beeldkeuze, want het was echt een schoenendoos met foto's, door daarin te sorteren, door te gaan kijken wat hoort er bij elkaar, welk verhaal kan je hiermee vertellen? Ja, welke serie dus, kan je maken, denk dus, ik ook. Dus hè? Ik neem mensen niet alleen maar mee in van hoe ziet het er daar uit, maar ik neem ze ook mee... En wat betekent dat eigenlijk? En hoe kun je dat beleven? En welke boodschap kan je eruit halen? Ja, dat was voor die man die foto's gemaakt had. Plus voor alle mensen eromheen. Want ik heb er ook een boek bij gemaakt. Daar hebben we weer een toneelmaker heeft daar weer teksten bij geschreven. Daar heeft een historicus teksten bij geschreven. En die volgen het verhaal wat we met die foto's kunnen vertellen. Mooi, ja. Ja, dat is raarst spannend om te doen. Dus betekenis zoeken in foto's en... Vooral ook plezier beleven aan het feit dat je door... Kijk, een foto maken is een zuiverende daad. En dat kan gelukkig iedereen doen tegenwoordig. Nee, je hoeft daar niet meer hele ingenieuze technieken voor te kennen. Zoals vroeger dat we in de donkere kamer stonden. En die zuiverende daad, namelijk uit de grote stroom van alles wat op je afkomt, kan je een stukje halen. En daar dus betekenis aan geven, want dat is waar het om gaat. Ja, dat vind ik een eeuwigdurend feest. Heb je het idee, want je hebt al meerdere boeken uitgegeven, zag ik. Volgens mij heb je eerst een boek De Culemborgers uitgegeven. Toen Fotografie als taal in 2010. Dan nu Foto's analyseren en bespreken. En er is ook al een nieuw boek, Het Lichtkwadrant. Klopt dat of niet? Nou, het lijstje is wel iets langer hoor. Oh, nog langer? Oké. Okay. Ja, maar kijk... boeken is een beetje mijn ding. Ik zou je vooral uitnodigen om eens een keertje als je in Culemborg bent langs te komen. Ja, ik ben in Culemborg getrouwd, dus ik ken Culemborg wel. Ja. Oh, wat grappig. Op het Marktplein. Ja, wat leuk. Ja, dat is hier om de hoek. Ik woon in de binnenstad. Ja, ik zag ook de voorkant van jouw boek De Culemborger. Die herkende ik. En toen dacht ik, hé, dat poortje, dat ken ik. Wat grappig. Ja. Binnenpoortje, precies. Ja.
Ja, nee, kijk, toen ik net van de kunstacademie afkwam, heb ik met een paar vrienden een prachtig boek gemaakt, wat me ook nog steeds inspireert. Dat heet Sight and Seeing. En heel af en toe kom ik het ergens antiquarisch tegen, dan koop ik het meteen op. Er zijn er toen 300 van gemaakt. Ik heb er thuis nu 6 staan nog. De rest is verkocht. Dat is uit 1991. Dat boek was ook aan de ene kant foto's, want ik deed dat met een paar vrienden samen, we maakten foto's. Maar het was vooral ook een onderzoek naar wat betekenen foto's eigenlijk. En hoe kun je dat zien? Wat we in dat boekje deden, we waren allemaal net afgestudeerd. Met name een beroemde foto waarvan we dachten, oh wauw, dat is een iconisch beeld. En we gingen zitten praten een avond lang, daar gingen wijn en chips bij. Van, wat zie je nou eigenlijk in die foto? Maar wat we vooral deden, was dat we zelf een nieuwe foto maakten. Om uit te leggen, wat is nou de kern van wat je in die foto ziet? En het spannende was dat je bij één foto dus 3 verschillende invullingen krijgt. Van, het waren met z'n drieën. Van, oké, wat zie jij erin, wat zie ik erin? En dat waren hele verschillende dingen. En ja, dat onderstreept weer de stelling van kunst gaat altijd over kunst. Maar wij hadden daardoor geweldig inspirerende gesprekken. We hebben er een paar maanden over gedaan, want zo'n foto maken, dat doe je niet eventjes op een namiddag. En maar goed, dat boekje bestaat dus ook. En ja, je vindt het wel, Sight and Seeing, een heel klein boekje. Ik zet hem op een lijstje, mooi. Uiteindelijk, nu heb je dit boek geschreven. En wat was nou precies de reden waarom je het boek Foto Analyseren en Bespreken geschreven hebt? Of samengesteld? Nou ja, ik was daar eigenlijk al 10 jaar lang aan het schrijven. En af en toe dan gewoon bij Printing on Demand, dan had ik een hoofdstuk en dan maakte ik een katern van. En dat kan je dan voor een paar euro kopen. En ik merkte dat het belangrijkste hoofdstuk van het boek, dat zie je ook, dat is het dikste hoofdstuk, dat gaat over die beeldelementen. En ik merkte dat als je over een foto wilt spreken, dat je dan toch echt, nou ja, het belangrijkste ding wat je moet doen is op zijn minst goed naar die foto kijken en die foto analyseren. En goed, dus beeldelementen. Maar ik merkte ook dat iedereen die dacht van, oh wauw, nou, dus ik heb er veel lezingen over gegeven in het land, echt heel veel, al 30 jaar lang. En ik merkte dat ik mensen er wel van moest overtuigen van, ja jongens, het is niet alleen maar dat stukje beeldelementen. Het is ook het stuk creatieve strategie. Je moet ook gewoon eens even kijken van, wat zijn eigenlijk de thema's? En nou, ik ontdekte dus dat in mijn boekenkast in de sector theoretische boeken, eigenlijk over al die hoofdstukken wel meerdere boeken staan die daar ook op ingaan. Dus ja, natuurlijk zijn er ook boeken over hoofdthema's in de kunst. En natuurlijk zijn er boeken die gaan over beeldanalyse. En natuurlijk zijn er boeken die gaan over maakstrategieën. Ja, als je over een foto iets wilt zeggen en je kiest maar één invalshoek, dan sla je vaak de plank mis. Want bij de ene foto is de ene invalshoek interessant en bij de andere de andere. En je kunt niet zomaar zeggen van, ik ga altijd in op het beeld. Want soms is een foto vanwege het beeld niet zo interessant, maar vanwege het maken wel heel erg. Ja, ja. En ik zie ook dat je een enorme lijst met boeken in jouw boek hebt staan. Ja, een boek wat ik al heel lang in mijn bezit heb, dat heet Het Imaginaire Fotomuseum. Het is dan in het Duits, dat is Imaginaire Fotomuseum. Ja. En daar heeft Fritz Gruber, de grote man van de Fotokina, was echt een belangrijke man in de jaren 70, 80, 90, foto's verzameld waarvan hij dus zei van, kijk, als er nou een internationaal eeuwigdurend fotomuseum moet komen, dan moeten deze foto's erin. Dus dat ging door de hele geschiedenis van de fotografie heen. Vanaf 1837 tot aan, nou ja, het moment van toen. En dat was dus een leuk bronnenboek, omdat je daar dus allemaal beroemde foto's zag. Maar die verdeelde dat boek ook in 8 thematische hoofdstukken. En toen dacht ik, hé, dat is een interessante. Want dat waren hoofdstukken waarvan je in eerste instantie zou denken, waarom verdeel je dat nou? En ik merk dat door foto's, als je een grote hoeveelheid foto's hebt, door die in hoofdstukken te verdelen, dat foto's aan elkaar betekenis geven. Die geven referenties aan elkaar. En je gaat de ene foto snappen door wat je bij de andere foto denkt. Even kijken hoor. Je gaat de ene foto snappen doordat je bij de andere foto denkt. Ja. Ja, nou, die moest even vallen hoor. Ja. Nou, daar hangen 2 foto's naast elkaar, of 10. Ja. En bij de ene foto ontdek je van, hey, ik snap wat daar de bedoeling is. Ik snap wat daar gebeurt. Precies. Ja. En doordat je in dat denken terecht komt, ga je de anderen snappen. En dat lukt makkelijker als je een portrettentoonstelling naast elkaar ziet hangen, dan wanneer de portretten en landschappen door elkaar hangen. Ja, dat snap ik. Dat gebeurt ook wel eens op een tentoonstelling, dat een fotograaf zowel portretten als landschappen maakt. Als je dat dan ziet, dan weet je meteen
het gaat dus niet over portret aan zich, het gaat niet over landschap aan zich. Waarschijnlijk gaat het dan over de fotografische aanpak, bijvoorbeeld de beeldtaal, het handschrift. Ja. Kijk, ja, zo dus het verhaal vormt zich door de serie van... Ja, ik snap hem. Ja, ja. Nee, kijk, dat... Ja. Niemand zal roepen dat Van Gogh een rommeltje maakte van zijn werk. Die schilderde per slot ook portretjes en landschappen en gebouwen door elkaar heen. Bij hem ging het dus over de manier hoe hij dat verbeeldt. Ja, ja. Hij is natuurlijk opvallend met zijn kleine, ja, zijn inimini. Ja, maar goed, maar dat hebben fotografen ook, hoor. Klopt. Ja. Tenminste... Ja. Na verloop van tijd ontwikkelen mensen stijlen. En dat hangt dus soms aan een onderwerp. Soms hangt dat aan een beeldstijl. En nou ja, er zijn natuurlijk fotografen die dat allemaal tegelijkertijd op hoog niveau brengen. Dat zijn dan de meesters van de fotografie. Ja, en zijn in principe alle foto's geschikt om te analyseren? Ja, natuurlijk. Oké. Ja, natuurlijk. Kijk, maar... ik kan over een pasfoto vertellen wat daar gebeurt. En stel dat iemand dat zou willen weten. Ja, ja. Kijk... je moet wel de juiste insteek kiezen. Ja. Pasfoto's zijn hartstikke saai gemaakt. Ja, maar... dat is echt het vrede, ja. Meest vreselijke wat er is. Ja, maar kijk, misschien herinner je dat ook nog wel een paar jaar geleden, misschien wel 15 jaar geleden, is dat dus strakker gemaakt. Dat je niet meer een beetje schuin vanaf zij, maar recht van voren moest. Ja, die richtlijnen zijn aangescherpt, klopt, ja. Precies, nou, op het moment dat die richtlijnen werden aangescherpt, zat ik in het bestuur van de Fotografenfederatie. En daar werd die vraag dus neergelegd van hoe gaan we dit invoeren bij de fotografen. Dus we hebben gediscussieerd over hoe je dat zou moeten doen. En ik zat in de vergadering met de man die de standaardfoto's voor dat model wat de overheid uitstuurde, maakte. Oké. Dat is verder niet spannend, maar het betekent wel dat we er het avondenlang over gesproken hebben. Ja, over pasfoto's kun je avondenlang spreken, als je maar in de juiste setting en de juiste context spreekt. Ja. Ik zou niemand uitnodigen om daarbij te zitten, want het was niet zo saai en strategisch. Ik krijg ook heel vaak de vraag of ik ben natuurlijk ook fotograaf, maar ik krijg heel vaak de vraag of ik dat soort foto's maak. En ik vind er echt niks aan. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat wel heel erg leuk vinden. Ja, nou ja. Ja, ik zal je een voorbeeld geven. Ik was een keertje in het Stedelijk Museum, en dat een keertje, dat is denk ik al wel 20 jaar geleden. En er ging een tentoonstelling van Thomas Stroet. Dat is een van die Duitse fotografen uit de Düsseldorfer Schule. En daar hingen pasfoto's aan de muur, ongeveer in de stijl van zoals die nu in ons pas moeten. Dus recht van voren gefotografeerd. Dus als je die foto's in een catalogus ziet staan, dan denk je, ja, moet ik daarvoor naar het museum? Maar nu kwam het, we kwamen in de museumhal, en daar hingen die foto's op het formaat van 1,5 bij 2,5 meter. Ja, goedemorgen. Dat is best groot, ja. Als je er dan ineens voor staat en je ziet iedere haarvaartje, iedere porie op het formaat dat je er met een tuinschepje kunt leegbeuteren. Ik weet niet of dat altijd zo charmant is, maar doe maar. Nee, maar het was heel confronterend en zo indrukwekkend dat ik het er nu 20 jaar later nog over heb. En ik zie het nog voor me dat je in één keer zo voor iemand staat op ooghoogte, alleen dat oog is zo groot als mijn hoofd. Ja, nou ja, kijk, William Rutte heeft laatst natuurlijk ook die expositie gehad met al die mannen met die zwarte kooltruien en dat pure licht. Of dat zelfde licht elke keer. Ja, in het museum in Hilversum. Ja, ik vond op zich, en dan zie je ook wel, weet je, dan in een serie is dat heel mooi. Is het een los portret, dan denk je, nou, best mooi, maar verder niet heel spannend of zo. Ja. En wel heel puur en heel, ik vond het wel heel clean gedaan. Maar in een serie, en dan kijken ze dwars door je heen die ogen en dan zo groot. Ja, dat is natuurlijk wel fascinerend. Nou ja, dat bewijst dus mijn stelling. Dat als je de ene foto snapt, ga je de andere begrijpen. Ja, klopt. Ja, dan wordt het een verhaal en dan wordt het een samenhangend geheel. Ja, ja. Maar Tom, jij zegt je kan elke foto analyseren en bespreken. Dus kunnen we nu gewoon Amas Instagram openen en willekeurig bij een foto beginnen en hem dan... analyseren aan de hand van jouw boek? Ja, natuurlijk. Maar het is niet... Kijk, in mijn boek, je zou het eigenlijk in zijn geheel in je hoofd moeten hebben om razendsnel te komen op het punt wat er interessant aan is. En daarom heb ik het boek dus in deze volgorde geschreven. Ik zeg dus, oké, je krijgt om het even welke foto en je moet er wat over zeggen. Nou, dan begint het er dus mee dat je moet afvragen, oké, tegenover wie sta ik eigenlijk te praten? Is dat een vriend van mij? Is dat de fotograaf zelf? Is dat een zaaltje vol met mensen die eigenlijk lid zijn van een fotoclub? Is dat een rotary groep die eigenlijk wel in geïnteresseerd is in hoe fotografie werkt? Al die settings, die ken ik wel. Goed, en dan ga je dus eerst eens even, in dat boek staat zo'n lijst met 1000 woorden, gaan denken van, oké, wat is eigenlijk mijn eigen eerste indruk? En die kan zijn, spannend of verrassend of verontrustend of nou ja, noem maar wat. Ja, en daarna... Want...
Je moet gewoon vooraan beginnen. Gewoon eerst kijken, wat staat er eigenlijk op? Oh, er staat een persoon op, bijvoorbeeld, of een landschap. En als het een persoon is, moet je ook even afvragen, is dat een sociologisch portret of een biografisch portret? Is het een bekend iemand waar we al meer foto's van kennen? Of is het zomaar iemand die we niet kennen? Oké, nou, persoon, een portret. En als het woord portret bij je opkomt, dan moet je ook proberen om het associatielaadje van portret in je hoofd te openen. Van oké, waar gaat een portret eigenlijk over? Oh ja, een portret, dat is dus iemand die weet dat die gefotografeerd wordt. Wat denkt die fotograaf van die geportretteerde? En wat denkt die geportretteerde van de fotograaf? En wat denkt het publiek van de foto? En wat denkt het publiek van de fotograaf? En wat denkt de opdrachtgever van de foto? Nou ja, zo. Ben je er nog, Karin? Ja, maar ik zit me dus... Even om het rijtje af te maken. Dus als je weet wat voor onderwerpen op die foto staat, zonder dat je daar verder een oordeel aan geeft. Mm-hmm. Want ook bij landschap ga je denken, wat is het eigenlijk? Oh, het gaat over het weer. Oh, het is een bijzonder landschap. Oh, het is een berglandschap. Oh, het is hier om de hoek. Daarna, dus je hebt dus eerst je eigen verbazing. Dan ga je kijken, wat staat er eigenlijk op? En je probeert even die andere foto's die er denkbeeldig naast hangen, er even weer bij te hangen in je hoofd. Daarna ga je kijken, hoe zit die foto eigenlijk in elkaar? Dan heb je het over beeldelementen, dan heb je het over compositie en over licht en kleur, en techniek en perspectief en textuur en manipulatie. En dan ga je ook nog eens een keertje kijken, wat is eigenlijk de context waarin dit hangt? Want context geeft ook betekenis. En als je dat rijtje langs hebt, dan misschien als je dat hele rijtje langs neemt, komt er iets bij je op waarvan je denkt, hé, maar dit is eigenlijk een interessante insteek bij deze foto. Soms ontdek je al pratende dat, het is misschien wel een portret, maar misschien is het meest interessante dat de compositie heel prachtig is. Mm-hmm. Nou ja, daarna komt dan nog je vraag van, wat is hier nou eigenlijk gebeurd om die foto te maken? Wat is dat geregisseerd of aangetroffen? Is dit een heel persoonlijke situatie van de fotograaf of is dit maar vluchtig? Ja. En daarna ga je je nog afvragen, waarom is dit eigenlijk gedaan? Is het in iemands opdracht? Is het een reclamefoto? Is het een illustratiefoto? Is het een kunstfoto? En als je dat hele rijtje langs hebt gedaan en met enige oefening, ik doe dat nu beslot al 40 jaar, met enige oefening kun je dat vrij snel doen. Mm-hmm. En dan ga je ontdekken wat, gezien de setting van het gesprek, is eigenlijk de interessante insteek. Nou, en die analyse kun je op iedere foto loslaten. Ja, ongeacht of er 3 seconden is nagedacht over de foto en het beeld en de compositie, of dat daar een heel plan achter zit waar lang over nagedacht is. Nou ja, kijk, sommige analyses zijn interessanter dan andere, maar dat ligt aan de setting. Ik liet laatst in een voorbeeld, ik zeg, jongens, we gaan even kijken. Nou, toen scrolde ik op mijn telefoon naar de Instagram-pagina van Kim Kardashian. Ja, mijn kennis over haar gaat niet veel verder dan ik weet dat ze bestaat. Maar ze bestaat. En dan kijk je naar een fotootje en dan staat ze dan op, dat voorbeeld die je ziet, met haar moeder en een hondje, geloof ik, in de hand. En dan denk ik, wat een klote foto. Oh ja? 12 miljoen likes, hè? 12 miljoen likes. Maar waarom is dat dan een K-foto? Nou ja, de compositie is slordig. Het licht is gewoon plat. De setting is gewoon rommelig. Je ziet dat daar gewoon niet is over nagedacht. Maar en natuurlijk is het geen K-foto vanuit de gedachte dat er 12 miljoen mensen hebben gezegd, oh leuk! Nou ja, er is een reden, Ja, die foto heeft dus de betekenis, en zo kun je dat dus zien, van ja, hij ziet er zo gewoon uit, dat je bijna denkt dat als je naar die foto kijkt, dat je bij haar in de hal staat van haar huis, en dat jij bevriend met haar bent, want je kan zo zeggen, ik vind jou leuk, want we zijn bevriend op Instagram. En nou, blijkbaar doet ze iets goed als ze zoveel likes heeft. Maar het punt is, dat is dus ook een betekenis. Ja, precies. En daar kun je je ook op focussen. Ja. Want als je wilt snappen waarom zij 12 miljoen likes krijgt, zou je toch moeten beginnen met die foto te analyseren. En die foto is dus niet alleen maar die foto, die is ook het gebeuren rondom die foto en het waarom van die foto en de plaats van die foto. Ja, of de tekst bij de foto. Ja. Sommige mensen zeggen, een goed beeld heeft geen tekst nodig, maar soms kan de tekst zomaar het beeld extra maken. Nou, een goede foto heeft wel tekst nodig, hoor. Ik heb thuis een paar duizend fotoboeken staan. Ik heb niet één boek zonder tekst, hoor. Ja. En in de kranten en in de tijdschriften staat altijd tekst bij. En dat is de ene keer gewoon een reclametekst, en de andere keer een journalistieke tekst, en de volgende keer een filosofische tekst. Maar dat een foto zonder tekst niet kan leven, dat geloof ik niet. Ik maakte het laatste mee. Ik was bij een wedstrijd en een van de juryleden die stond op het podium. En
die mocht verklaren waarom ze een foto tot winnende foto hadden gekozen. Ze zei, nou, het is een prachtig beeld, kan ik niks aan toevoegen. Oh, dacht, waarvoor zitten wij verdomme hier met 200 man in die zaal? En jij zegt gewoon, prachtig beeld, niks aan toe te voegen. Er is altijd wel iets of te analyseren of te begrijpen of te vragen. Ik heb voor die presentatie 500 kilometer gereden. En toen dacht je, wat dacht je toen? Nou, toen dacht ik wel van, hey gast, ik kom jou vast nog wel weer ergens een keer tegen. Wij moeten toch eens een keer een goed gesprek gaan voeren. Volgens mij, ja. Lees even Tom's boek. Ja, precies. Hier heb je mijn boek. Ja. Ik zal trouwens heel even, wij zijn in gesprek met Tom Meerman over zijn boek foto's analyseren en bespreken. En je ziet, als het goed is, als je de nieuwe update hebt van Clubhouse, dan zie je bovenin een link. En daar staan ook een aantal foto's die we eventueel kunnen analyseren. Het is natuurlijk audio, dus, maar we hebben het nu over het algemeen, over foto's, hoe je dat aanpakt en natuurlijk over zijn boek. Dus nou, welkom bij Clubhouse. Dan gaan we gewoon even verder waar we gebleven waren. Want even denken, waar hadden we het nou over? Oh ja, over bij een fotoclub. Dat iemand zo'n opmerking maakt. Ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Want dat zijn mensen die kritisch zijn op foto's. Heel veel foto's voorbij zien komen. Ja. Dus dan kan je ook, er is altijd wel een opmerking te maken. Of een analyse te maken over compositie, kleurgebruik. Ja. Perspectief, ja. Textuur. Ja, noem het maar. Ja. Nou ja, kijk, ik was laatst ook ergens uitgenodigd om over dit boek te praten. En dat was bij de boekpresentatie. Het is in juni uitgekomen. En toen vroeg iemand op een gegeven moment van, ja, dat is leuk al dat gaan analyseren. Maar hoe kun je nou zien of een foto goed is? Nou, op zich een goede vraag. Ja, zeker. Maar toen zei ik, nou ja, weet je, daar gaat het boek niet over. Er zijn andere boeken voor. Want nee, of een foto goed is, ja, weet je wel, zelfs een mislukte foto kan heel goed zijn om toe te passen in een les. Nee, je weet niet wanneer een foto goed is. Nee, maar, en ik denk ook dat het afhankelijk is van het doel en ook van de setting. Als een fotograaf een serie heeft over onscherp beeld en die maakt er inderdaad een serie van en die exposeert en dan is het kunst. Ja, dan is op zich technisch de foto onscherp. Ja. Maar doordat ze allemaal onscherp zijn, wordt het wel weer een hele mooie serie. Zeker. Nou ja, en dat is natuurlijk ook. Kijk, of een foto goed is, ja, dat hangt gewoon van heel veel rare dingetjes af. Maar op het moment dat je wil ontdekken waarom die goed zou zijn, als dat je gevoel is, dan helpt het om gewoon de woorden te vinden en dan te snappen van, oké, welke insteek moet ik kiezen om deze foto op een interessante manier te benaderen? Het punt is namelijk, in iedere foto zitten lagen van verhalen. Mm-hmm. In iedere foto. En dat is soms niet zo'n interessante verhaal. Hè? Als je een foto van een potje huidcreme ziet staan in een damesblad, dan weet je dat de laag ongeveer is dat de fabrikant aan de fotograaf heeft gevraagd om dat potje vast te leggen. Ja. Maar goed, ik ben wel eens bij een fotograaf op bezoek geweest. Een student van mij die liep daar stage, dus ik kwam bij hem. En zijn werk bestond uit het fotograferen van parfumflesjes. Dus dat was een specialisatie. Het fotograferen van parfumflesjes. Dat is echt flauw geworden. Ja, dat is een kunst op zich. Ja. Dat was absoluut. En dat deed hij ook heel knap. Die stagiair die moest steeds op pad om dan ergens roze blaadjes te gaan zoeken of dat soort dingen. Maar ja, hij kon er eindeloos over praten en dat zag er prachtig uit. En het was heel fascinerend. Ja, ik vind dat echt wel één. Net als horloges met zilver. Dat vind ik ook echt een enorme uitdaging om die goed erop te krijgen. Maar ja, om het plat. De typische standaard opdracht voor fotografen die het moeten gaan leren, het vak. Hè? Als je een vakopleiding volgt, fotograferen van een horloge. Ja, nee, dat is gewoon qua spiegelingen van het glas en dan het zilver of het goud. Ja, ja. En je moet die foto's altijd 's morgens net voor de tweede koffie maken, hè? Voor de tweede koffie, vanwege het licht bedoel je? Nee, omdat het dan 10:10 is. Want, zo, ja, klopt. Horloges zijn altijd nee, klopt. Oh, ik dacht even, het is nu 11:00, het is wintertijd. Ik denk, wat heb ik gemist? Nee, klopt, 10:10, dat is altijd, ja, dat klopt, ja. Dus je krijgt hele dure horloges in beeld en die staan altijd gewoon stil. Nou, ik heb het één keer gedaan en dat is lastig, want je moet dan een horloge stilzetten. Dus je moet dat palletje uittrekken. Ja. En op de foto moet hij ingedrukt eruit. Juist, ja. Ja. Dus ik spreek uit ervaring. Ik weet hoe lastig dat is. En dan exact op de seconde, want 1 seconde daarover, dan moet je me helemaal weer goed zetten. Ja, want die secondewijze die moet dan ook, weet je, dat is, ja, maar goed, die krengen die kosten 30.000 euro per stuk.
Tenminste, sommige horloges. Ja, nou deze niet, maar het was wel een dure. Okay. Ja. Ik voel wel een soort van internetmeme aankomen nou. Hoe oud was je toen je realiseerde dat het maken van foto's van horloges best ingewikkeld is? Oh ja, verdomd. En dat palletje. Hè? Nee, ja, maar dat moet je een keer gedaan hebben, Karin. Dan weet je hoe verschrikkelijk dat is. Dus daarom, check nooit meer. Het horloge is een beetje rond, dus het licht komt uit alle hoeken. Dus als je niet oplet, dan zie je je hele studio gereflecteerd in dat horloge. Ja, oh, je camera, alle lampen, alle schermen, elk dingetje, wat je alles zie je terug. En als je hem helemaal in de tent doet, dan wordt hij weer te vlak. Dus het is echt een uitdaging. Ja. En dan moet je kijk vanaf nu altijd anders naar horloges. Ja, echt hoor. Moet je maar eens kijken. Ja. Altijd om 10:10. Ja, het is wel echt... Ja, het klopt wel inderdaad. Maar dat mogen anderen die daar heel blij van worden, mogen dat doen. Dan denk ik, ieder is een soort foto, toch? Ja, precies. Ja, maar we hadden het net over een goede foto. Maar je vertelt in je boek wel over wanneer je een krachtige foto hebt. Want dat is als alle beeldelementen, die 9... met elkaar samenwerken. Ja. Dan verklap je in je boek. Dan krijg je echt een krachtige foto. Wil je de beeldelementen nog even herhalen, Tom, of niet? Compositie is natuurlijk een hele voor de hand liggende. Mm-hmm. Licht. Mm-hmm. Is de tweede. Kleur, natuurlijk. Mm-hmm. Hè, als derde. Verhaal en vorm. Verhaal en symboliek. Hè. Je moet je natuurlijk, als je naar een foto kijkt, even afvragen, wat staat er eigenlijk op? Ja. Ja, techniek, dat is een beetje een lastig beeldelement. Maar je moet je bij een foto even afvragen van in hoeverre en op welke manier is deze foto anders dan hoe ik het met mijn oog zou zien. He, want een camera kijkt nou helemaal anders dan een menselijk oog. Je moet kijken naar welke ruimte en perspectieven zichtbaar zijn. Mm-hmm. Want een foto is een plat vlak, maar eigenlijk is een foto natuurlijk altijd de waarneming van iets met ruimte. He, zelfs mensen die schilderijen reproduceren, die leggen er nog eer in om de krakelee en de textuur van de verf goed in beeld te kunnen krijgen. Dus ruimte moet zichtbaar worden. Textuur, dat woord viel dus al. Dus je moet gaan kijken. Hè, vroeger noemden we dat korrel of niet. En dat speelt nu natuurlijk nog steeds. Maar je moet je ook gaan afvragen van, de foto is afgedrukt op glans of op mat. Waarom? Wat doet dat voor de foto? Je moet je ook even gaan afvragen van waar de manipulatie zichtbaar is. En manipulatie is er altijd. Hè? Je doet als fotograaf iets. Het zij voor de camera, doordat je in de studio iets enceneert. Het zij met je camera, omdat je door de beeldhoeken dingen echt wat verandert en naar je eigen hand zet. Het zij later in de computer en in de bewerking. Het zij zelfs in de presentatie. Ja. En dan heb je nog context. Je moet, als je naar een foto kijkt, het hebben over de bijschriften. Over, als het een sequentie is, over welke andere foto's zitten er in deze sequentie, in deze serie. Wat weet je van een foto? Tentoonstellingen hebben vaak een titel. Boeken hebben eigenlijk altijd wel een titel. Zelfs het enige boek in de kast waar geen teksten bij de foto staan, maar waar alleen maar 4 woordjes tekst in het boek staan. Dat boek heeft toch een titel wat het hele boek dekt. Mooi. Ja, knap is dat. Ja. 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 Ja, en, dus dat, en wat is nou het handigst om mee te beginnen als je een foto analyseert? Nou, eerst toch echt even beginnen met, wat staat er eigenlijk op? Waar kijk ik naar? Ja. En dan dus te bedenken van, heb ik vaker foto's gezien waar zoiets op staat? En natuurlijk, als je fotobespreker bent, dan heb je vaker een foto gezien van een landschap of van wat ook. En dat, wat je in je hoofd hebt zitten, zet meteen een soort referentie en een soort maat. Dan weet je meteen, maar wacht eventjes, hier gebeurt iets spannends. En vervolgens ga je dus naar de foto echt zelf kijken en dan ga je afvragen van, wat is hier eigenlijk qua beeld spannend aan de foto. En het mooie van die beeldelementen is dat het vrij eerlijk is. Want dat zijn de dingen die je gewoon kunt zien door naar een foto te kijken. Al zou je niks anders weten, dan kun je gewoon kijken. En dan kijken, dan zie je kleur en je ziet compositie en je ziet licht en je ziet perspectief. En het helpt natuurlijk wel als je herkent wat er op een foto staat. Ja, dat is altijd prettig. Ja, dat je een persoon of een plek. Of... Het punt is, zo zijn wij mensen geneigd om te kijken. Hè? Dus zo heb je geleerd. Je komt een ruimte binnen en je ziet meteen, ik zie een paar mensen die ik ken. Of, ik weet wat dit is. Daar staan glazen. Daar zit rode wijn in. Je kijkt naar de dingen die je herkent. En dat is ook wat je registreert. Maar in de praktijk zal het zo zijn dat je heel veel dingen niet herkent. Nou, die sla je meestal over. Want meestal denk je van, dat is randgebeuren en niet interessant. Maar op een foto helpt het wel als je ook nog eens even verder gaat kijken van, ik zie die persoon en die persoon, maar waar zijn ze eigenlijk? Of wat gebeurt daar op de achtergrond eigenlijk?
Of waarom heeft hij zijn schoenen niet gepoetst? Of weet je, al dat soort dingetjes waarvan je moet realiseren dat wat jou in eerste instantie niet opvalt, misschien de fotograaf wel is opgevallen. En wat ook andere kijkers wel kan opvallen. Ja, ja. Dus ja, en als je over een foto praat, dan praat je dus tegen iemand anders. En die kijkt anders. Die heeft andere voorkennis, andere associaties. En het helpt om je af te vragen van, wat zie ik nou eigenlijk allemaal? En hoe komt dat daar? Wat is hier... Weet je, ik heb dat bijvoorbeeld als ik televisie kijk en ik zie van die flauwe Amerikaanse films, dan probeer ik altijd te kijken naar dat waar het verhaal niet over gaat. Want dan weet ik, dat staat daar om niet op te vallen. Dat is dus dat waarvan ze vinden, de makers van de film, die vinden dat dat randgebeuren zijn. En daar zie je eigenlijk hoe het echt is. Dus de setting of de studio of de omgeving bedoel je dan? Ja, of, ja. Want als er een setting plaatsvindt in een omgeving die verder niet van betekenis hoeft te zijn, dan weet je dus dat de makers in hun context dat een gewone omgeving vinden. Nou, dat vind ik interessante informatie. Oh, bijzonder. Ja, nou ja, je draait hem om, dus dat vind ik heel goed. Ja. Ja. Mooi. Nou ja, dat is kijken. Dus kijken doe je door alle hoeken van het beeld. Ja, als mensen aan mij vragen, hoe kan ik beter leren fotograferen? Dan zeg ik, oké, hoe lang heb je? 5 seconden, half uur, een week, een jaar? Ja. Ja, nou ja, van, dan gaan mensen kijken. Van, kan dat allemaal? Ja, kan allemaal. Zullen we beginnen met 5 seconden? Ik zeg, kijk net als Zorro door je beeld. Zorg dat je over alle hoeken en in het midden even gekeken hebt. Als Zorro, dus letterlijk de Z, ja. Precies. Oh, mooi. Ja, dat is een mooie. Ja. En is het nou handig als je een foto analyseert, hè? Is het dan handig dat de fotograaf er juist bij is of juist niet? Nou ja, dat kan allemaal gebeuren. Hij kan er wel bij zijn of niet erbij zijn. Sommige fotografen zijn al lang dood. Ja, dat wordt lastig. Ja, dat wordt lastig wel. Kun je ja. toch iets over die ja. foto's? Ik ken een aantal fotografen en je schiet natuurlijk vrij snel in de verdediging op het moment dat er iets geanalyseerd wordt, vooral als er kritiek geleverd wordt. Van ja, maar waarom is dit? Ja, nou, die kleur is echt raar. Of waarom is dit onscherp? Of ik had dit anders gedaan. Niet iedereen is even goed in analyseren. Dan is het meer oordelen. Tenminste, ik neem aan dat daar een duidelijk verschil in zit. Ja. Kijk, als iemand bijvoorbeeld zegt, ik zou dit anders gedaan hebben, dan zeg ik altijd, nee hoor, want jij was daar niet. Dus dat kan je helemaal niet gedaan hebben. Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja. Nou, bijvoorbeeld gisteren zat ik nog in zo'n bespreking waar we met een stel mensen over foto's gingen praten en na de hand konden we in de zaal zeggen van, oké, wat hebben jullie erover gevonden? En er waren een paar foto's geweest waarvan we echt in ons clubje tot de conclusie kwamen van, ja, leuk onderwerp, maar deze foto's zijn niet... Ja, nee. Je kunt hier niet spreken van dat iemand het door heeft hoe het werkt. Nou, dus die foto's kwamen langs. Dus iedereen keek mij al aan van, Tom, zeg jij maar wat. Oh jee. ja. Dus ik zei, dus, weet je, en dan weet ik, de maker zit ook in de zaal. Dus dan zei ik, nou ja, jongens, ja, ik wil best wel wat zeggen. Maar ja, ik moet wel even zeggen, ik werd er niet echt enthousiast van. Dus ik zei, ik snap wat de fotograaf wilde. Maar de foto is eigenlijk een feest van gemiste kansen. Want ja, wat er op de achtergrond gebeurt is interessant. Daardoor is de voorgrond eigenlijk ondergesneeuwd. Maar volgens mij ging het over de voorgrond. En ja, die had je misschien kunnen oplossen door... Nou ja, fijn, dan vertel ik iets anders. Nou ja, waardoor de maker na afloop zegt van... Oh ja, nee, ik begrijp het wel. En waarbij de rest opgelucht ademhaalde van... Oké, we hebben niet gezegd van... Goh, goede poging, of vooral doorgaan. Ja. Of je komt er wel, weet je wel. Dat is een beetje lachen opmerkingen. Nee, het is natuurlijk heel makkelijk om iemand zijn foto gewoon echt compleet af te kraken. Dat is heel makkelijk. Nou, dat weet ik niet zo. Want meestal zeg je dan dus dat je er zelf niks aan vindt. En de makers dan meestal denken, nou ja, jij niet, ik wel. Mm. Kijk, het punt is, dat klinkt ook een beetje curieus. Je krijgt een foto alleen maar te zien als iemand hem aan jou laat zien. Ja. Je kunt de foto niet zien als iemand hem niet aan je laat zien. Klopt, maar je kan hem ook gewoon tegenkomen. Ja, dan heeft hij er ook voor gekozen om... Je kunt hem alleen maar tegenkomen als iemand besloten heeft dat je hem kunt tegenkomen. Ja. Ja, precies. Dan heeft iemand al besloten, ik ga deze delen op internet of in precies. een zaaltje. Ja. Of, ja. En de kunst is dus om je af te vragen, waarom heeft iemand daartoe besloten? Wie was dat? Was dat de maker zelf of een beeldredacteur of wat ook? En waarom deed hij dat? Kijk, die waarom foto, deze foto? Vandaag, ja. Daar wist ik wel van, oké, er staan 2 mensen op. En dat waren zijn schoondochter en schoonzoon of zoiets. En die ene die was zwanger en de andere had dat veroorzaakt. En dat nou, maar wees blij dat ze bij elkaar op 1 foto staan dan. Dus ik maakte er nog een grapje van. Ik zeg van, ik denk dat die man dat de dader is. En nou, de hele zaal lachen. En
Maar goed, dan, toen wist ik dus ook van ja, nu weet ik ook waarom de fotograaf niet goed heeft gekeken. Hij ziet alleen maar dat hoofdonderwerp en hij heeft helemaal niet door dat daar een feest, fotografisch gezien, een feest van gemiste kansen is. Ja. Want op het relationele vlak zat het allemaal wel goed. Ja. Ja, hij was er duidelijk blij mee, anders leg je ze ook niet vast. Want dat is het dan nee, ook, hè? Nee, ja. Ook niet ter bespreking. Ja. Nee, dus daar kun je het best over hebben. En dan moet je dus zeggen van, nou ja, oké, okay, ja, maar fotografisch is er nog wat te winnen. Nou, zo. Mooi, ja. En want jij zegt, de fotografen kiezen ervoor om die foto inderdaad te laten zien. Wat vind je daar nu van dat er zoveel gemanipuleerd wordt in beelden? Ja, dat... Is dat toch... altijd te zien? Ja, niet altijd, maar... Want, een foto is een manipulatie. Iedere foto is een manipulatie. En de kunst is om dat te snappen en te begrijpen. Dus hoe de taal van fotografie werkt. Ja, die kan ik volgen. Maar ik bedoelde eigenlijk de digitale manipulatie. Dat je dus... Ja, nou ja, kijk... Dat je ingrijpt in het originele beeld. Zo, ja, klinkt dat... is dat duidelijk? Ja, waar het om gaat. En gelukkig hebben we daar... Plato kunnen we daarbij halen. Die al zegt van jongens, de toets van alles wat we om ons heen zien is het goed, is het eerlijk en is het mooi. Mm-hmm. Ja, als een foto niet meer eerlijk is, dan, ja, dan heb je er niks aan. Ik kijk bijvoorbeeld op internet, volg ik een pagina van een dame die maakt steeds twee fotootjes van zichzelf en dan zegt ze echt of Instagram. En op het ene fotootje, daar loopt alles fout. En op het andere fotootje, daar zie je eenzelfde soort setting. Maar dan ziet alles er helemaal Instagram glamorous uit. Ja. En die zet dus steeds onder dat fotootje waar alles fout gaat. Van dit is het echte leven. En bij het andere, ja, dit is voor de Instagram. En ik moet er eigenlijk heel erg om lachen. Want er zit wel een soort humor in. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar die setting waar alles goed gaat, die foto heb je er ook gemaakt. Dus misschien is die foto waar het fout gaat wel... flauwekul. En is die foto waar het goed gaat jouw echte leven? Want ja. Dat leven is er blijkbaar ook. Ze zijn allebei gemanipuleerd natuurlijk. Mooie jurkjes en lekkere... Maar ja. Die foto zelf is niets gemanipuleerd in de zin dat daar digitaal aan gemanipuleerd is. Maar alle twee die verhalen zijn van voor tot achter geposeerd. Ja. En geposeerd is net zo gemanipuleerd als in de computer er leuke kleurtjes aan toevoegen. Ja, dat is natuurlijk wel interessant ook. Want in hoeverre als je helemaal, net als Erwin Olaf, die zet zo zijn settings compleet helemaal klaar. Daar is alles aan geregisseerd. Ja. En daar is toch niks mis mee? Nee, absoluut niet. Het zijn fantastische foto's. Er zijn mensen die vinden het dus flauw. Dat zijn foto's gewoon daar in feite. Er zijn mensen die vinden dus dat de foto's van Erwin Olaf een soort fotografische registraties van de werkelijkheid zijn. En die zeggen ja, dus Erwin Olaf is een goede theaterregisseur. En zijn foto's zijn gewoon foto's daarvan. Maar dat doet toch geen afbreuk aan zijn foto's? Nee, wat mij betreft niet, maar er zijn mensen die dat wel vinden. Ja, nou ja, dat mogen ze vinden, weet je, ieder zijn mening. Nou, nee, dat vind ik niet, want ik bedoel, je kunt er niet omheen dat Erwin Olaf van grootheid is. Ja. En dat sommige musea dus nog steeds net doen alsof ze daar geen aandacht aan hoeven te besteden, dat stoort me mateloos. Nou ja, het heeft natuurlijk met de stijl van de fotograaf te maken. Je mag daar nee, minder enthousiast over zijn. Ook met de stijl van de conservator te maken. Ja. Absoluut, ja, absoluut. Maar dat zegt denk ik meer over het gebrek. nou ja, dat is een andere discussie, denk ik. Maar ja. Het is natuurlijk wel heel smaakgevoelig. En als je Erwin Olaf niet als fotograaf herkent, dat vind ik toch best wel een ding. Dat gaat best wel ver. Ja. Nee, dat vind ik ook een ding, want ik mag hem zeer. We zijn van hetzelfde bouwjaar en... Hij heeft het iets verder geschopt dan ik, zou ik maar zeggen. Nou ja, want is hij nog aan het fotograferen? Ja, hij heeft vorig jaar nog een prachtige grote serie. En wat heel veel mensen niet weten is dat... Kijk, hij heeft natuurlijk een grote studio waar een heleboel mensen werken. Die moeten allemaal hun salaris verdienen. En Erwin doet ongemerkt heel veel foto's gewoon in zijn commerciële opdrachten. Hè? Dus gewoon fabrikanten die hun spullen... Nou, fabrikant, ja. Dus de mensen die hun spullen en hun kleding door hem laten fotograferen. En die foto's zien we helemaal niet. Oh, nee, inderdaad. Hij heeft eigenlijk altijd een dubbel spoor van zijn kunstwerken, waarvan hij dus zegt dat hij dat altijd voorfinanciert met zijn commerciële werk. Oh, wat goed, ja. En kijk, zijn kunst neemt een steeds grotere vlucht. En sinds hij natuurlijk ook op de Amerikaanse markt doorbreekt, gaat dat natuurlijk voor serieuze dingen. Dus ja. Misschien is hij van het ene wat het afhoudt, want ja, het gaat helaas niet zo goed met zijn gezondheid. Dat weet ik niet helemaal precies hoe dat gaat. Hoor. Het is niet zo dat ik hem regelmatig privé spreek, maar... Maar jij heeft altijd die twee sporen gehad.
Ja, ik vind zijn werk echt wel heel inspirerend. Vooral die zelfportretserie. Of zelfportret, ja, die vond ik wel heel mooi. Ook wel heel shocking, maar ja, weet je. Dat zelfportret is natuurlijk altijd een terugkerend element in zijn werk. Dat doet hij eigenlijk vanaf, nou niet zijn allereerste begin, maar vrij snel is hij ook begonnen zelf te figureren in zijn werk. En eigenlijk met een heel eerlijk uitgangspunt, wat ik zelf ook gedeeld. Ik heb ook heel lang zelfportretten gemaakt. Ja, ik zie het in jouw boek. Ja, wat grappig. Ja. Voor degene die meeluisteren, als je op de link klikt, de rechte foto, daar zie je een aantal zelfportretten van Tom. En hoe ben je op deze serie gekomen? Oké, we maken de sprong. We gaan even terug naar je boek. Ja, ja, ik moet even, heel gelijk heb je. Ik moet even terugkijken. Dat is de overzichtsfoto met al jouw selfies. Precies. Ja, nou ja, kijk, ik heb natuurlijk ook zo'n smartphone in mijn binnenzak zitten. En ooit, weet je, dan maak je een foto, dan zie je ergens een grote kroonluchter hangen. En dan maak je een foto en zie je al die lampjes boven. En denk je, oh, dat is grappig. Ja. En in deze serie doe ik iets eigenwijzers. Dus ik noem het kronen op mijn hoofd. Ja, grappig. Maar wat ik dus niet doe, is de camera inkijken. En eigenlijk bij alle selfies die je al die jongeren uit straat ziet maken, die kijken de camera in. Ja. Ja, en ik kijk klopt. De camera niet in. En dat is een beetje lastig, want je moet dus op de knop drukken zonder dat je op je toestel kijkt, dan doet hij het goed. Ja, ja, dus dat is een uitdaging. Dat is eventjes een kwestie van een beetje oefenen. Dus ik kijk quasi interessant ergens de lucht in. En in de handboeken over portret leer je dan dat iemand die zo'n beetje schuin omhoog kijkt, die is in de gedachten bezig met het verleden en de toekomst. De denker, ja, precies. Ja. 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 Nou, dat past. Nou ja. En Tom, kijken mensen wel echt de camera in? Of kijken ze naar het schermpje ernaast, naar zichzelf als ze de foto maken? Of kijken ze echt in de lens? De betere die weten dat ze naar dat kleine stipje moeten kijken wat de lens is. Precies. En de net die slorrigen die kijken er steeds langs. En die, ja, nou ja. Kijk, ik heb met mijn serie ook geen 10.000 volgers gekregen hoor. Dus, nee? Oh. Nee, ja, helaas. Ja. Nou, wie weet kan het er komen. Je weet het niet. Maar ja. Het is ook een soort dagboekje, weet je wel. Ja. Kijk, ik hou er niet van om selfies te maken waar ik lallend met vrienden op een terras zit. Want nou ja, die situatie doet zich niet zo vaak voor. Maar ik mag graag reizen, want die fotootjes die je ziet, die zijn variërend van een terras ergens in Jerevan tot een hotel. Nee, een museum in München zie ik hier. Tentoonstelling in Brussel. Nou, dat fotootje linksboven, dat is in het Fotomuseum in Rotterdam gemaakt. Nou ja, dat soort dingen. Ja. Je noemde het net al, hè? We hebben zo'n vierkant dingetje in onze binnenzak zitten. Ja. Waar we voorheen met een Nikon camera en statieven sjouwden langs Kennen, hè? Nieuwe Maas. voor bijvoorbeeld nachtfotografie. Hè? Nu zijn we in 2021. Ja. Dus als je foto's wil maken en echt aan de slag wil, zodat je hem daarna ook goed kan analyseren. Met wat voor apparaat kun je nou beginnen? Met het apparaat wat je bij je hebt. Ja, precies. Ja. Goed genoeg. Ja. Haak er vanaf en voor gebruik. Een beetje aan wat je ermee wil. Kijk, ik bedoel, nu zie je deze portretjes. Die serie van foto's die ik in Amsterdam heb gemaakt. Dat is een vrij uitgebreid groot project. Als je googelt op, dan kom je mijn boek My Amsterdam ook nog wel tegen. Daar staan 600 foto's in van Amsterdam. Die heb ik allemaal op mijn telefoon gemaakt. Maar heel simpel, ik werkte een tijdje in de binnenstad in Amsterdam. En moest heel vaak naar alle uithoeken van de stad. En ja, als je in de binnenstad in Amsterdam woont, heb je dus een fiets bij je. Ja, dus als je regelmatig naar alle uithoeken van de stad fietst, dan heb je alleen maar die telefoon die je op zak kunt gebruiken. En omdat ik met de trein terug naar huis ging, kon ik iedere dag als ik mijn foto's had geschoten in de trein terug mijn foto's bewerken. En kom ik om 6 uur thuis, schuif lekker aan tafel en mijn foto's zijn al klaar. Ja, maar dat is het ook. Hè? En er zijn ook gewoon speciale smartphone fotografen. Er is zelfs één fotograaf en die vliegt de wereld rond met haar iPhone. En zij in Taiwan of Japan die kant op. En zij wordt daar zelfs ingeschakeld om daar trainingen te geven aan personeel. Ja. En zij verdient daar enorme boterham mee. Ja. En ja, zij wordt dus ook gewoon... Er zijn er meerdere hoor. Ja, maar die worden ook door Apple ingeschakeld, hè? Als soort boegbeeld. Ja, nou, dat ze mogen mij bellen. Er staat een filmpje ergens op internet. Marcel Molle,
De oud-directeur van Zilveren Camera, die heeft een keer een filmpje over mij gemaakt, over mijn smartphone-fotografie. Cool, leuk. Maar even voor de goede orde, ik fotografeer ook heel veel op mijn Lumix en ik fotografeer ook heel veel op mijn Canon, hoor. Ik heb een leuke Canon 6D met allemaal mooie lenzen. Kijk, ja, weer een Canon-fan, hè? Ik bedoel, het is... Maar ik vind wel, ik hoor steeds betere berichten ook over Minolta. Er komen steeds meer camera's die ook meedoen in de race tussen Canon en Nikon, zeg maar. Want dat was voorheen natuurlijk de race. Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik ben ooit bij Canon gestart. En daar ben ik erg blij mee. Maar zo geldt dat natuurlijk ook voor heel veel fotografen die bij Nikon zijn gestart of die met andere merken werken. Ja, ik werkte jarenlang in de galerie van Canon in Amsterdam in de Leidsestraat. Ja, toen dat werd gesloten, toen bleef de inboedel over, die mocht ik mee naar huis nemen. Oh, vervelend. Ja, nee, daar kwam mooi spul vandaan, ja. En, maar er zat dus ook een leuke Canon-apparatuur tussen, een mooie Doka. Nee, het was heel vervelend dat de galerie sloot, want dat was echt doodzonde. Het was een prachtige galerie. Dat sowieso, maar wel vervelend dan dat jij dan met die spullen opgeschreven zit. Ja, heel goed. Ja. Heel vervelend. Ja. Ja, dat was echt van het koffieapparaat tot de vergadertafel, tot de archiefkast, ja, tot de camera's, de donkere kamerspullen. Ja, neem maar mee, was het. Ja, oké. Okay. Ja. In jouw boek, hè, heb jij ook een pagina gewijd aan 1000 woorden die het woord mooi kunnen vervangen. Maar ze zeggen ook al eens dat 1 foto meer zegt dan 1000 woorden. Is dat waarom jij daarnaar teruggrijpt of is dat met een andere reden? Nee, dat is het. Laat ik heel eerlijk zeggen. Ik ben op het idee van die lijst gekomen toen ik een keertje voor werkzaamheden in het Museum of Contemporary Photography in Chicago was. Mm-hmm. En daar op de gevel stonden dus 1000 woorden. En er stond bij, a picture is more than 1000 words. En er stonden deze woorden. En omdat ik daar dus wat te doen had, vroeg ik aan die directeur van, heb je dat ook nog op een file? En dit was nog in de tijd dat je dan een diskette mee kreeg. En dat stond alsof. Dus ik kwam thuis met een diskette. En daar stond een lijst op. Er bleken 850 Engelse woorden te zijn. Dus toen dacht ik, ik zoek 1000. Dus toen ben ik die lijst gaan aanlengen. Dus mijn Engels was nog wel goed genoeg om daar nog 150 Engelse woorden bij te bedenken. En toen had ik dus een lijstje met 1000 Engelse woorden. Toen dacht ik, grappig. En toen dacht ik, weet je, ik moet ze vertalen. En toen had ik op een gegeven moment een lijst met 1000 Nederlandse woorden die vergelijkbaar waren. En die printte ik op een leuke manier uit en die kopieerde ik en die gaf ik mensen wel eens voor de grap als ik met ze in gesprek was van heb je lijstje met 1000 woorden. En toen dacht ik later van ja, toen ik hoorde dat mensen zeiden van ik leg dat lijstje op mijn bureau, want ik schrijf vaak over fotografie en iedere keer als ik denk dat ik het woord mooi wil gebruiken, dan pak ik even jouw lijstje erbij om te denken, oh nee, daar zijn nog meer woorden. Mm-hmm. Toen dacht ik, oh ja, nou dat is ook nog wel nuttig. Dus toen heb ik een keertje 2 boekjes gemaakt, eentje 1000 woorden en eentje 1000 words. En daar heb ik wat eigen foto's omheen gelardeerd. En dat kun je als katern voor een paar euro kopen bij Blurb. Maar nu staan ze dus in het boek. Oh, wat grappig. Ja, ik zal even een paar, even voor de luisteraars. Ja. Ik zal er even een paar uit pakken, goed? Ja, heel leuk. In plaats van mooi. Banaal, illustratief, definitief, feministisch, illusionair, hybride, inhoudelijk, gezocht, ideaal, bloedstollend, bourgondisch, incident, ingebeeld, stug, chockerend, eisend, elastisch, abnormaal, democratisch, barok, intrigerend, automatisch, gestileerd, plezierig, aantrekkelijk, boeiend, tijdelijk, tijdloos, tintelend, nostalgisch, goddelijk, charismatig en afstandelijk. Nou, ik zal ze niet allemaal dat noemen, maar het is wel echt heel divers. Dat is echt heel, heel grappig. Het was een leuke oefening om die lijst te maken, want dat was natuurlijk een aardig begin. Maar je moet het verlengen en dan ga je op een gegeven moment merken van, oh ja, want bij ieder woord komt er een gedachte bij je boven. Wanneer zou ik dat woord eigenlijk gebruiken? Ik heb ooit eens een keertje daar iets leuks mee gedaan. Ik mocht een tentoonstelling openen. Toen heb ik die woorden allemaal afgedrukt op grote stickervellen. Onder de snijmachine heb ik ze gedrukt. Dus ik had 1000 stickertjes met een woord. En ik had onder iedere foto die op die tentoonstelling hing een A4'tje opgehangen. En daar had ik opgezet, ik vind deze foto. En alle aanwezigen gaf ik een handje met van die stickertjes. En dus iedereen kreeg lukraak en stel woorden. Ik zei, als je nou een foto tegenkomt waarvan jij denkt dat je een woord hebt wat erop van toepassing is, dan plak je dat stickertje bij die foto. Nou, grappig. Dus de grap was dus dat al die bezoekers na mijn verhaal, nou dat duurde zo'n een beetje een half uur, allemaal heel geconcentreerd naar die foto's gingen kijken. Zo van, wat vind ik er nou van? En heb ik nou een woord
wat ik daarbij op van toepassing kan vinden. Dus die mensen gingen ineens heel anders naar die foto's kijken. En toen dat eenmaal hing, ging dus het opvolgende publiek weer heel anders kijken. Want onder iedere foto hing dus een velletje. Ik vind deze foto. En onder iedere foto hingen wel 2, 3, 5, 10 stickertjes. Grappig. Ja, wat een goed idee. Het was echt een hele leuke gebeurtenis. Mensen vonden het heel inspirerend, omdat ze ja, anders ook alleen maar keken. Oh ja, goed. Of oh ja, mooi. Of herkenbaar. Weet je wel. Maar ja, er zijn wel meer woorden. Nee, maar als je zelf het heel lastig vindt om naar bijvoorbeeld die beeldelementen te gaan die we net benoemd hebben. Ja. Doordat er dan andere woorden komen die anderen geassocieerd krijgen bij die foto, ga je weer op een andere manier kijken. Het is een soort sneeuwbaleffect dat je doorgeeft. Ja. Ja, leuk om dat inderdaad in een tentoonstelling te doen. Want ik kan me voorstellen dat in een setting als een tentoonstelling of een expositie, dat je hier eerder toe geneigd bent om een foto uitgebreid te analyseren. Vergis ik me daarin? Nou, dat ligt een beetje aan wat het is. Kijk, als het een tentoonstelling is waar je een beetje voor de vorm heen gaat, omdat het nou eenmaal werk hangt van iemand die je kent. Ja, dan ga je kijken en vanuit je eigen referenties ga je dan kijken waarom je dit interessant vindt. Dus dat is of omdat je het onderwerp herkent, of omdat je de foto heel knap gemaakt vindt. Of ja, misschien snap je wat je met die foto zou kunnen. Maar weet je, je ontkomt er niet aan dat je onbewust ook iets van foto's vindt. Kleuren kunnen je aanspreken, vormen kunnen je aanspreken. Soms kan iets je verrassen, maar iets kan je alleen maar verrassen als je er gedachtes bij hebt. En zijn er nou ook foto's waar je geen uitleg bij nodig hebt? Nee, je kunt foto's heel goed consumeren zonder uitleg. Het kan heel goed. Alleen, het is interessanter als je soms de tijd neemt om het wel te doen. Maar je moet het niet bij iedere foto doen die je ziet. Hè? Want je ziet op een dag... Dat vooral op Insta of zo. Of, nou ja, sla een tijdschrift over. Er staan een paar honderd foto's in ieder tijdschrift. Ja. Loop over straat en daar hangen affiches. Die kom je allemaal tegen. Ja, nee, de abris. En sterker nog, ze bewegen ook allemaal. Dus het is niet één foto, maar er zit er een aantal op de rol. Of het is digitaal, dus dat loopt de hele tijd. Ja, maar kijk, in de reclamefoto's, daar zit een campagne achter. En iemand wil die een reclamefoto die je op straat ziet, die probeert jou op een gedachte te brengen die goed uitpakt voor degene die daar zijn goede geld voor heeft neergelegd. Het is wel fijn om dat door te hebben. Kijk, toen ik net van de middelbare school afkwam, las ik eens de inleiding tot de psychoanalyse van Sigmund Freud. En het was een zeer leerzame ervaring om dat eens te bestuderen. Als jonge knul, want er stond vrij duidelijk in uitgelegd van als jij niet in staat bent om je eigen oordelen te vormen, dan word je de slaaf van de boodschappen die een ander aan je vertelt. Oh, wauw, ja. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook niet worden. Dus je moet in staat zijn om je eigen oordelen te vormen. Ja, hoe doe je dat? Nou ja, we beginnen met goed te kijken en vervolgens dat te verbinden aan dat wat je eigenlijk vindt en weet. Ja, want er bestaat, als je alles analyseert, bestaat er ook een of qua analyses een voorkeur van foto's die je wil analyseren, of niet? Nou, kijk, in mijn opleiding tot docent voor het kunstonderwijs kreeg ik een keer een lezing van de filosoof Henk Oosterling. Henk Oosterling die zei, kunst is bedoeld om de openbare ruimte te vullen. En toen dacht ik, kunst is bedoeld om de openbare ruimte te vullen. Toen zei hij, nee, ik bedoel niet dat je op een rotonde een beeldhouwwerk neer moet zetten. Hij zei, wat ik bedoel is dit. Je staat met twee mensen bij elkaar en je bent geneigd om een gesprek aan te gaan. En waar ga je het dan over hebben? Op het moment dat je dat wat tussen je instaat als kunstwerk benadert, dan en je gaat het daarover hebben, dan kom je bij elkaars ziel binnen. Oké. En dat is fijner dan wanneer je alleen maar gaat praten over de uitslag van een voetbalwedstrijd of over de kwaliteiten van een auto die je gaat aanschaffen. Dus als kunst bedoeld is om bij elkaars in de ziel binnen te komen, dan is het dus des te fijner als dat kunstwerk, als een van de twee gesprekspartners heel nauw betrokken is bij dat kunstwerk. En als je dan bij elkaars ziel binnenkomt, dan kan dat een hele prettige en rijke ervaring zijn. Dus ja, als iemand een foto maakt waarvan ook duidelijk is dat die foto als doel heeft om de uitdrukking te zijn van een gedachte van die persoon zelf,
en niet alleen maar een registratie van wat hij daar tegenkwam. Ja, in dat eerste geval krijg je natuurlijk een gesprek waar je wat heel waardevol is in het verkeer tussen mensen. Ja, of een foto een uitnodiging is om in gesprek te komen met de ander. Ja, en als je in gesprek bent, dat je dan het gevoel hebt van, oh ja, we hebben niet alleen maar uitgewisseld van, oh ja, vind ik ook. Want dat zijn natuurlijk, dat is de portée van heel veel gesprekken die je hebt met mensen die je aardig vindt. Maar als je een kunstwerk of een foto gebruikt om samen een onderzoek te verrichten. Namelijk naar van, wat betekent dit eigenlijk? Waar gaat het over? Ja, dan worden gesprekken filosofisch en wat mij betreft zijn dat de fijnste gesprekken. Ja, omdat je dan echt verbinding voelt met elkaar en luistert naar elkaar. En, ja. Ja, je hebt een gemeenschappelijk onderwerp en daar ga je op los, zeg maar. Nou ja, kijk, een kunstwerk is dus iets wat een uitnodiging heeft tot vrij associëren. Ja, alweer een feitelijk gebeuren van hoe laat gaan we het gras maaien vandaag. Daar komt een uitkomst en dat is het. Ja. Maar als je over een kunstwerk praat, dan weet je van wat wil er ook over zeggen. Dat gaat over wat we voelen. Maar het antwoord is er niet. Ja, en hoe de ene ernaar kijkt en hoe de ander ernaar kijkt. En daar kan je in verwondering over blijven praten. In plaats van over op welk tijdstip gaan we gas maaien. Ja. 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 Heb je het idee dat er doordat het fotograferen via smartphones, dat het toegankelijker wordt, dat daardoor mensen ook makkelijker over foto's praten? Of heb je het idee dat het juist niet zo is? Nou, kijk, het is natuurlijk wel zo dat in mijn beginjaren was je blij als je interessante foto's zag, want daar moest je naar op zoek. Mm-hmm. Nu stroomt het een beetje over je heen en het is natuurlijk belangrijk om te herkennen. Kijk, ik maak een keertje mee, ik had een mooi fotoboek gekocht in Amsterdam en dat was een vrij groot boek, meer dan 30 bij 30 centimeter. En ik zat in de trein terug naar huis en naast me zat een hele luidruchtige Italiaanse familie en die waren het kakelen en ik weet niet wat allemaal. En op een gegeven moment dacht ik en ik denk, nou weet je, ik ga het boek lekker in zitten bladeren. Dus ik pak het boek uit mijn tas, haal het plastic er vanaf, of eerst papier en dan het plastic, en blader het open. En dat deed ik met een beetje een gebaar die je zou voorstellen als je misschien door een Bijbel bladert of zo. Het waren echt mooie kunstbladen. En die hele familie viel stil. En die zat allemaal met een schuin oog te kijken van wat ik deed. Dat was bijna een soort rituele handeling, ja, dat ik die pagina's omsloeg. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk de magie van een beeld. Want ja, ik hoefde er verder niks bij te zeggen. Maar het was duidelijk van, hé, daar gebeurt iets, er is iets en moet je nou toch eens kijken. Ja, nou, als je elke keer maar blijft vernieuwen door die bladzijden om te slaan, dan komt er elke keer krijg je nieuwe prikkels. Ja. Ja, ja, mooi. Ja. En ik weet niet of dat, weet je, bij op de telefoon, ja, ik vind het een feest om plaatjes te kijken. Maar je moet soms ook wel eens een beetje zoeken en... Kijk, ik kom natuurlijk veel foto's tegen van mensen die ik ken. En ja, ik ken natuurlijk nogal wat mensen in de fotografiewereld. Dus ach, soms valt er ook nog wat te vertellen over een foto. Of dan zie je iets van, hé, leuk. Maar. Dus het is ook een feest van herkenning. Maar ontdekkingen, die vind ik fijner om die in fotoboeken en op tentoonstellingen te doen, hoor. Ja. Ik bezoek graag en veel tentoonstellingen. Ja, en wat vind je dan van het programma zoals het perfecte plaatje? Wordt daar genoeg aandacht besteed aan het analyseren van foto's? Nou, ik had de eerste 3 jaar volledig gemist. Totdat een vriend van mij vertelde dat hij een van de juryleden was. Toen dacht ik, nou, ik ga toch eens even kijken. En toen zag ik die aflevering. En daar ging iets helemaal fout in die aflevering. En toen heb ik de dag daarna de man bij Canon gebeld die daarover ging. Want toen was Canon nog bij betrokken. Dat was een kennis van mij. Ik zei, hoor, ik zeg, ik kom bij je langs, want ik moet hierover praten. Want wat jullie hier doen in het programma, zegt, dat gaat niet werken. Oké. Okay. En... ik heb een hele middag met die man zitten praten. En later interviewde ik William Rutte eens een keertje. Hij doet tegenwoordig een theatershow. Maar een jaar geleden heb ik hem een keer zelf in een theater geïnterviewd. En foto's besproken en zo. En toen heb ik het ook met hem erover gehad. Van, wat doen jullie nou eigenlijk met de jury? Ik zeg, daar en daar gebeurde in die aflevering iets. En je kon zien dat die persoon het niet trok wat daar gebeurde. Ja. Ik zeg, en dat komt daar en daar en daardoor. Waarom doen jullie dat? Nou, ik moet zeggen dat ik er nu weer naar zit te kijken en dat ik er erg van geniet. Want ik zie ook dat zowel Cynthia als William, maar daar zit natuurlijk ook de regisseur die zit erachter. En het programma loopt goed, dus ze hebben de gelegenheid om er wat aandacht aan te besteden. Dat ze echt op een veel betere, serieuzere manier proberen om die mensen uit te leggen waarom iets wel of niet goed is. Ja, want wij moeten natuurlijk realiseren dat er veel meer wordt gezegd dan wat je op televisie ziet. Ja, nee, dat wordt natuurlijk zo gesneden en geknipt. En dat is natuurlijk wel jammer, want daardoor mis je uitleg. Ja, ik vind dat er nog wel in dat programma mag er nog wel meer aandacht aan besteed worden. Maar dat is meer
Ja. Nou, dat was een beetje bij deze afleveringen niet meer hoor. Maar dat je na afloop meteen op YouTube verder kon. En daar zaten de mensen van Canon en William nog een heleboel na te praten over de foto's. Oh, kijk. Oh, dat heb ik nog even gemist. Maar, ja. Nee, die zijn ook nu niet meer. Maar daar leerde je al iets meer. Maar ja, weet je wat, er wordt nu verteld. We gaan vandaag werken met die en die camera. En dan denk ik, oké. Okay, en waarom eigenlijk precies? Wat heb ik daar als kijker aan? Dus het is nu meer, nou ja, een leuk spel. Maar ja, kijk, ik weet niet of je er heel veel van leert fotograferen, maar je leert wel snappen dat een foto natuurlijk alleen maar kan bestaan als die ook gemaakt is. En ja, dat het maken van een foto niet altijd zomaar, weet je denkt van je zet toch op de foto wat daar is. Ja, maar om daar als fotograaf ook te komen is nog wel eens een tour. Nou, vooral, kijk, de settings die zij creëren, die zijn natuurlijk wel spannend. Als je op een boot of met een hond of met, dat zijn natuurlijk situaties die je normaal zelf niet zo snel hebt. Of dat je inderdaad dat er iets kapot geschoten werd met verf, naakmodellen. Tenminste, ik neem aan dat niet iedereen een naakmodel veranderd heeft. Dat zeg ik nou even maar. Ik hoop dat iedereen thuis toch wel eens kan zeggen van, hey schat, zullen we eens leuk, nou ja. Maar ik denk dat je dat ook niet zomaar doet. Tenminste. Nou, uit liefde. Lijkt me een goede reden. Ja, dat is zeker een goede reden. Ja, nou, wie weet sporen we mensen aan. Ja. Nee, maar ook dat met die hond, weet je wel. Hoe leuk is het om een leuke foto van je hond te hebben? En nu heb je toch een beetje de truc van, oh ja, je moet even zorgen dat je dat niet gewoon in de keuken of in de woonkamer doet, maar even het achtergrondje creëren. Ja, met geluiden, en, oh, met speeltjes. Flitsen, ja. Want een hond beweegt te snel. Oh, dan moet je dus flitsen. Ja. Dan moet je iets doen. Niet alleen maar die hond laten zitten alsof die poseert voor een foto, maar zorgen dat die hond iets gaat doen. Ja. Dat zijn toch ideeën die iedereen kan toepassen? Ja, absoluut. En je kan het ook buiten doen, maar het is natuurlijk in zo'n setting. Als je ziet hoe dat gaat, is het makkelijker om dat na te doen dan dat je het zelf moet verzinnen als je het nog nooit gedaan hebt, denk ik. Ja, precies. Maar daarom is het goed om ook een beetje respect voor de fotografen te krijgen. En te snappen dat je sommige dingen beter kunt laten doen dan dat je het zelf gaat doen. Maar het is ook inspirerend om het wel zelf te doen. Ja, en ik denk ook dat het mensen aanzet om meer en kritischer te fotograferen en niet zomaar lukraak alles vast te leggen wat ze zien. Maar aandacht te besteden aan, oké, wat is nou inderdaad de compositie? Is het juist de normale setting? Hoe kan ik ervoor zorgen dat die nog beter wordt, die foto? Ja, soms als iets er als een normale setting uit moet zien, moet je er heel veel werk voor verrichten. Ja, dat ook. Ja, dat ook. Ja, ja. 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 Mooi, ja. Nee, ja, ik kan denk ik uren over foto's praten. Ik weet niet of Karen het al zat is, maar... Ja, wat vind je nou zelf de leukste foto's om te maken? Nou, kijk, ik werk graag in series. Ja? En ik vind het dus heel fijn als ik foto's maak waarvan ik weet, oh ja, die voegt toe aan die in die serie. En er zijn eigenlijk altijd wel ongoing series. Ja, zo heb ik in coronatijd, toen we niet zo ver konden reizen, bij mij hier in de regio rondgereisd. En ik heb alle kerkjes in de buurt gefotografeerd. Maar alle kerkjes tussen de rivieren, de Waal en de Lek. Dus zo'n 150. En die probeerden allemaal op eenzelfde soort manier te fotograferen. En dat betekent heel veel dagjes op pad. En ik ontdekte al fotograferend ineens dat ieder dagje dat ik op pad was in de buurt, voelde alsof ik een dagje op vakantie was. Kijk, was win-win fijn, zeg ik. Ja. Ja. En waarom een kerk? Nou, het ging me om de opvallende gebouwen en ik kwam meer kerken tegen dan kastelen, maar ik heb ook de kastelen in de regio gefotografeerd. Oh ja, kijk, een kerk is altijd wel een beetje een... die is bijna allemaal wel zo gemaakt dat ze ook interessant zijn om naar te kijken. Dat kun je van woonhuizen niet altijd zeggen. Die zijn vaak ook gewoon heel praktisch. Ja. Heb je een paar hele opvallende kerken. Die nieuwe kerk aan het begin, als je vanaf de snelweg komt links. Ja, ja, die staat er bij die mensen in de achtertuin. Ja, dat is wel dat is een hele bijzondere die. Ja, die is ergens eind jaren 90 door die mensen in hun achtertuin gebouwd. En dat is iedere zondag druk. Nou ja, zo staan er, kijk, wat ik zeg, 150 kerken. Ik wist bijvoorbeeld niet dat wij in Nederland ook ruïnekerken hebben staan. Ik dacht dat je die alleen in Engeland hebt. Ruïnekerken? Oh. Er staan er in Rivierenland een paar en die zijn netjes als rijksmonument in stand gehouden als ruïne. Maar een ruïne is bij mij, zeg maar, dat je bijna niet meer naar binnen kan en dat, ja, dat het overwoekerd is. Dat er alleen nog maar stukken muur staan en dat er bomen groeien waar eerst kerkbankjes stonden en dat de toren er nog wel staat. Oh, dat is bijna een soort urban fotografie.
Nou ja, maar goed, het is dan netjes in stand gehouden als monument. Bijvoorbeeld bij kasteel Ammerzoden. Ja? Als je je auto parkeert, ga je rechts naar het kasteel. En links staat een klein bordje Ruïnekerk. Nou, daar loop je dan in. En dan loop je er langs en dan denk je, kijk nou wat. Alleen een paar restante muur, een paar stenen kanten en een toren. En verder groeit er gras omheen. Dat is wel een mooie setting met Halloween voor vanavond. Ja, absoluut zijn we er meer tegengekomen. Of losstaande torens waar de kerk van verdwenen is. Maar er zijn een aantal die dus echt als... Fascinerend. Nooit over nagedacht. Wat grappig. Ja. Nou ja, dat zijn dus van die ontdekkingen. Dat is natuurlijk het grappige. Als je gaat fotograferen, dan ga je bewust op pad om dingen te ontdekken waarvan je eerst dacht van, ga ik tegenkomen wat ik zoek? Ja. 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 Fotograferen is een katalysator om er mooie dingen mee te maken. Ja, oh nee, absoluut. Ik heb hier een serie Just Local en ik post elke dag een serie hier uit de regio. En dat is ook ontstaan in coronatijd. Dat je, ja, weet je, ik wilde iets leuks uit de regio vastleggen. Je kon geen kant op en je kon wel het park in. Dus ik dacht, nou, dan ga ik daar foto's maken. En nu ben ik bijna, ik zit nu op 260 dagen, geloof ik. En nu zie je de seizoenen weer terugkomen. Dus nu wordt het weer herfst. En nou, dat vind ik echt heel grappig. Dat je dan, je hebt hier een hele mooie hoge brug in het park. En die stond helemaal in de herfstkleuren. Echt schitterend. Van het rood, groen, alle paletten had je. Ja, fotografie is een tijdmachine. En jij ontdekt dat dus nu. Ja, nee, klopt. En als je dan bijna een jaar verder bent. Nou, nog niet helemaal, maar nog 3 maanden, denk ik. Ja. En dat vind ik wel heel leuk. Dat je dan gewoon weer de seizoenen terug ziet komen. Ja, en eigenlijk, wat is er dan veranderd? Nou, soms niks. De bomen zijn wat dikker en wat groter. Ja. Ik las laatst een boek over het mysterie van de tijd en een van de conclusies was dat de dode dingen, die leven, want die verslijten en veranderen en dan komen niet meer terug. En de levende dingen, die zijn dood, want dat gaat cyclisch. Wacht even, de dode dingen zijn levend en de levende dingen zijn dood. Oké. Okay. Ja, dus zeg maar, als je nu een steen neerlegt en je komt 10 eeuwen later terug, dan is die steen versleten en weg en dan komt niet meer terug. Ja. Terwijl, je kan naar een boom kijken, ja, over een paar jaar staat er weer een nieuwe boom. Je kan naar mensen kijken, ja, die planten zichzelf voort. En planten, ja, het is ieder jaar hetzelfde. Dat gaat dus cyclisch. Ja. Mm-hmm. Nou ja, het is ook maar een manier om naar het begrip tijd te kijken. Ja. Ja. Ja, nou ja, we zitten nu in de wintertijd, dus we hebben een half jaar. en over tijd gesproken, je krijgt niet alleen een boek als je Tom's boek koopt, maar ook 1 maand online videolessen en de gratis webversie, als je het boek van Tom koopt. Dus, jongens, ja, in de zaal. Zit ik nou reclame te maken over jouw boek, Tom? Nou, ja. Dat vind ik heel lief van je. Ja. Nou, kan jij het beter? Nee, het is inderdaad waar dat zeg maar, van het boek, hè, dat wordt dus bij Van Duren uitgegeven. Daar is ook een videocursus van gemaakt. En daar hoor je mij dus een paar uur lang praten over het boek. Maar gestructureerd een hoofdstuk. En dat is bij Photo Facts. En als je het boek koopt, dan krijg je al een gratis abonnement voor een maand bij PhotoFacts. Ik weet niet precies hoe die linkjes werken. En daar worden allerlei videocursussen aangeboden. Er is mij inmiddels gevraagd om ook nog weer na te denken over een nieuwe cursus daar bij PhotoFacts. Dus nou, dat is leuk. Dus, maar eigenlijk, want dan combineer je fotografie met video. Of video met fotografie. Nee, het is een videoles over dit boek. Ja, ja, precies. Dus je komt zelf voor in de video en dan praat je over foto's. Ja. En ik praat over dit boek. Ja, ja. Ja. Want heb jij ooit ook videomateriaal zelf gemaakt of niet? Of is het altijd plat beeld? Nou, ik heb in mijn kunstacademie tijd ook wel small films gemaakt. En die heb ik zelfs wel eens op filmfestivals vertoond. Dat is nooit een heel zwaar ding geworden. Nee. Nee. Ik heb wel een paar films. Ik heb een YouTube-kanaal en daar staan een paar filmpjes op die ik gemaakt heb. Maar dat stelt niet zoveel voor. Nee. Nou, ik denk toch wel als je hart eenmaal bij foto's ligt, dat daar... Gewoon, ja, dan is het heel lastig om over te stappen. Tenminste, dat merk ik. Video is toch echt een heel ander... Aan de andere kant, het kan elkaar versterken. Maar het is echt heel een andere manier van werken. Ja, het andere manier van kijken, een andere manier van werken. Ja, en het is gewoon niet meer één moment. En bij fotografie is dat gewoon... Dat was het moment. Ja, nee, je kijkt en denkt gewoon heel anders als je met video bezig bent. Maar goed, ook video kan heel verrassend zijn, hoor. Ik heb bijvoorbeeld een keertje... En dat is wel het meest bizarre wat ik heb meegemaakt als filmer. Ik woonde een tijdje in Manhattan in de jaren 80. En maakte een filmpje waarbij ik mijn camera zo bewoog dat je daar op de Twin Towers ziet instorten, ongeveer. Oh, joh.
dat was in retrospectief achteraf wel tamelijk vreemd. Ja, dat is inderdaad. Maar je bewoog je camera naar beneden en daardoor leek het alsof ze instortte of zo. Ja, ik draai rond en allemaal losse shots alsof er allerlei dingen naar beneden vallen uit dat gebouw. En de gebouwen die kantelen om, dus mijn camera die ging over de kop en zo. En dat draait en dat ziet er vrij bizar uit. En dat was altijd heel grappig, ja, totdat het echt gebeurde. Jeetje, dat is wel bijzonder. Ja. Ja, nou dat moet je dan maar niet met allerlei andere dingen nog doen. Dan, je weet nooit wat er vanuit komt, zeg maar. Nee. Voorspellende chaos. Nee, dat is. Maar goed, dat is ook wel meteen dat ik zeg van jongens, je moet altijd alles fotograferen. Want ik hield heel erg van die Twin Towers. Ik heb er een aantal keer bovenop gestaan. Gewoon dat ik ze echt heel erg mooi vond. In hun strakke lijnenwerk, terwijl ik zelf nogal barok ben, vond ik ze toch. Ze waren zo mooi neergezet. En toen dacht ik, ja, ook blij dat ik die foto's nog heb. Dus ik heb meteen toen dat gebeurde in 2001 ook al mijn foto's opgezocht die ik ervan heb gemaakt. En die is even bij elkaar gezet. En om er zo nog eens even goed naar te kijken. En ze nog eens even bij elkaar in een boekje gezet. Nou, ik ben er geweest nadien, zeg maar. Ik vind het monument daaronder met de waterval. Ja, ik vind het was enorm indrukwekkend. Ja. Toen werd daar die Freedom Tower werd daar gebouwd. En dat is ook een hele mooie toren. Ja. Maar het meest iconische vond ik dat die shoppingmall in die vorm van een haai. Ja. Als je daarin loopt, van boven zie je alleen die haaien vinden. En daaronder, het is zo'n enorm complex. Ja. Het lichtval, de lijnen, de kleuren, helemaal wit. Ik vond het, dat vond ik echt fascinerend mooi. Ja, nee, ze hebben daar best wel weer wat moeite gedaan. Er staan natuurlijk een paar foto's van New York ook in het boek. Hè. Dat zijn dus foto's uit de jaren 80. En daar gebeurde ook iets heel bijzonders mee. Er staan er drie in. Eentje van de Twin Towers, eentje van een taxi en eentje van Wall Street. En toen ik het boek aan het opmaken was, toen moest ik ze voor de uitgever, voor de vormgever ook allemaal even nummeren. Dus iedere foto die moest ik coderen. En die kregen dus een nummertje. En dat was dan het hoofdstuknummer en dan een volgnummer. En het fotootje van de Twin Tower, je gelooft het niet, die kwam in mijn boek terecht op code.911. Jeetje, ja. Toen heb ik de foto verplaatst. Ja, dat snap ik. Ja. Dat vond ik echt te bizar. Ja. Nou ja, maar het is zo gebeurd. Maar je moet de dingen waar je van houdt en de mensen waar je van houdt vastleggen. Want dingen veranderen, dingen slijten. En ja, nou ja, is dat misschien omdat ik geen 20 meer ben, dat ik voor een deel ook hou van terugkijken? Nee, ik denk vooral voor je dierbaren is het heel waardevol. En ja, foto's, het zijn toch herinneringen die je vastlegt. En ja. Ik zeg altijd tijdens een fotoshoot, joh, het gaat niet alleen om het eindresultaat, maar ook de herinnering zelf van de fotoshoot, die maakt wat de waarde van die foto dan uiteindelijk is. Zeker. Vroeger, toen we natuurlijk op rolletjes fotografeerden en je niet wist na de shoot of het goed gegaan was, heb ik vaak tegen modellen gezegd, want ik fotografeerde in het begin voornamelijk modellen, de shoot was in ieder geval al leuk. En de foto's zullen het waarschijnlijk ook wel worden, maar dat weten we later pas. Ja, precies. Ja, nou, maar dat is het allerbelangrijkste, dat je tijdens het maken ook lol hebt. Ja, maar je zei net van foto's, dat is het vastleggen van herinneringen, maar het is ook dus het gelegenheid geven om iedere keer opnieuw associaties op te wekken. Dat is eigenlijk waar herinneringen over gaan. Hè? Het zijn associaties. Dus door dat wakker te houden, hou je ook je geest lenig, is mijn ervaring. Oh, op die manier. Ja. Ja, nee, klopt. Maar het is natuurlijk anders als je het creëert dan dat je het analyseert. Want als je eigen werk analyseert, dan hou je inderdaad die herinneringen scherp. Ja. Maar als je ander werk gaat analyseren, dan krijg je weer nieuwe prikkels en nieuwe inspiratie. Tenminste, zo als ik naar een expositie ga of werk van anderen bekijk, dan denk ik, oh, maar dit is gaaf. Ik heb bijvoorbeeld één foto van jou, die heb ik op die link gezet. Dat is die foto, die linkerfoto, met al die mannen bij elkaar die een beetje stoer staan. En die vent in dat blauwe shirt vind ik echt geweldig. Ja. Die staat er echt zo van, ja, hand tussen zak. Ja, dus, ik weet niet wat je aan het vertellen bent. En die ander, nou, de compositie bij elkaar vond ik echt geweldig. Ja. En eigenlijk is het gewoon een setting die je overal op de hoek van de straat kan aantreffen. Ja. Maar doordat het allemaal oudere kerels zijn,
Ja, denk ik. En ze zitten allemaal onder de... Nou, het is een beetje rauw, dus ik weet niet of het haar is of dat het olie is. Maar het ziet eruit als een soort busstation. Dus ja, het zullen waarschijnlijk buschauffeurs zijn, denk ik. Dus het is een busstation ergens in het zuiden van Georgië. Oh, ja. En vanaf dat busstation vertrekken bussen zowel naar Istanbul als naar Teheran. En dus op zo'n busstation hangen die chauffeurs de hele dag maar te wachten totdat die bussen vol zijn en dan gaan ze rijden. En het zijn ook lange ritten, denk ik, hè? Ja, dat, nou, als je vanuit Batumi aan de Zwarte Zee naar Istanbul rijdt. Ik heb het 40 jaar geleden een keer met de trein gedaan. Dat was 3 dagen in de trein. Oh joh. En nu, ja, het was van etappe naar etappe. Maar ja, dan zit je 5-6 uur in een bus en dan ben je ergens in de woestijn op de grens met Armenië beland en dat soort dingen. En ik liep ook daar te wachten op het busstation en dan zie je dus dit soort settings. Dus dan loop je ook een beetje lamlendig met je camera. En dat zijn eigenlijk mooie situaties om te fotograferen. Want op een gegeven moment gaan die mannen ook niet meer letten van wat loop jij eigenlijk te doen met je camera. Ja, en dat zijn die mooiste momenten, ja. Ja, ja. Ja, en ik vind ook, er staat nog een schaduw op de muur. Op dat roestige deel zie je nog een schaduw van iemand staan. Ja. En ik vroeg me af, is dat dan van die man in het ruitjeshirt? Of is dat van nog iemand anders? Dat moet van die man in dat ruitjeshirt zijn. Want ik heb de zon echt in mijn rug. Dus dat is zijn schaduw. Dus het is een laagstaande zon. Ja, wacht even. Dit was inderdaad 's morgens vroeg. Oh ja, ja precies. Nu weet ik het weer. Ik moest daar 's morgens vroeg mijn nest uit het hotel om naar dat busstation te gaan. En dat was inderdaad vrij... Dus lage zon. Nee, dat is dus de elleboog van die man met dat ruitjeshirt die rechts... Die zich stoer staat met zijn benen te stoep. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ik vind dit... Ja, dit is gewoon een setting die je eigenlijk op een vakantie inderdaad aantreft. Of in een... Nou ja, kijk, dat heb ik natuurlijk vaak... het is niet zo dat alles wat niet thuis is op vakantie is. Hè? Ik bedoel, als ik reis... Nee, ja, oké, ja. Dan, ik beschouw reizen niet per se als vakantie. Hoewel ik natuurlijk wel reis als ik vrij ben. Maar mijn reizen zijn eigenlijk al 45 jaar lang altijd meer fototochten dan vakantiereizen. Maar fotografeer je ook in opdracht? Dat je zegt, ik ga nu bijvoorbeeld inderdaad naar, ik noem even Georgië, voor een bepaalde klus? Of is het meer dat je naar Georgië gaat en dat er dan een opdracht uit ontstaat? Nou, dat zijn vooral eigen opdrachten. Nee, ja. Dat ik op reis ben om te fotograferen, dat gebeurt niet zo vaak. Maar er zijn ook foto's uit China in het boek. En ik was naar China omdat ik daar een fotowedstrijd ging jureren. Ja, dat was dus geen vakantie, ik was aan het werk. Maar tussendoor kon ik wel foto's maken. Ja, dan pak je dat mooi mee. Ik kan me niet voorstellen dat je dat niet je camera meeneemt. Nee, nou, uiteraard. Want kijk, dat is natuurlijk het leuke met die Chinezen. Die zijn zo trots op hun land. Die nemen je meteen ook in het randprogramma mee naar allerlei interessante plekken. En dat is best aardig. Ja, vooral als fotograaf inderdaad, ja. Wat ik verder nog een hele mooie vind... Ik weet trouwens niet of er vragen aan het publiek zijn. Als jullie mee willen praten of kijken op de link hierbovenin... Dan kan je even, ik heb er een aantal foto's opgezet uit Tom's boek. Als je zelf een foto hebt die je wilt analyseren, of als je vragen hebt over het analyseren van foto's, of überhaupt over fotografie, steek even je hand op, dan kan je meepraten. Ik denk dat we nog 1 foto moeten doen. Is dat goed? Ja hoor, ja, ik heb nogal tekst. Ik weet niet of jij nog een foto hebt, Karin? Jij vond die foto van gisteravond heel erg interessant, Pauline. Nou ja, ik vind deze foto van Tom met die schoenen vond ik ook heel erg grappig. Maar die foto van jou vond ik ook wel erg grappig. Misschien moet je hem even als in je profielfoto veranderen. Dan, Ga ik ondertussen even doen. Ja. En welke foto wordt dat dan? Doe eerst maar die met die schoenen. Ja, ik vind die foto met jouw schoenenrokje, Tom, die vond ik ook erg grappig. Ja. Want hij verklapt een hele hoop, maar toch ook niks. En daar hou ik van. Ik hou van humor in foto's. Ja. En vooral, vooral het kleurgebruik van de schoenen maken. Ik vind het model niet echt heel top, maar ik weet niet wanneer ze zijn gemaakt. Oh, ja, het model schoenen bedoel je? Ja, het model schoenen. Nee, dit is een foto van 30 jaar geleden. Ja, oké. Okay. Ja, dan snap ik hem. Maar ik vind op zich het feit dat je ze zo... dat je deze foto zo maakt en dat je... Het gaat om de schoenen, dat is duidelijk. Maar doordat het model verder in mijn gedachten niks aan heeft... wordt het toch een beetje een spannend verhaal van... Ja,
hoe kan je nou die schoenen inderdaad wat sexier maken? Nou, volgens mij is dat gelukt. Ja, dat vonden wij ook, ja. Ja. Ja, en je verklapt eigenlijk niks, maar toch gaat je gedachte ermee aan de haal. Tenminste, dat... Nou ja, kijk, ik heb dat zelf niet zo, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik weet dat er mensen schoenen aan erotiek verbinden. Oh ja, oh die, ja. Ja, die is duidelijk. En vooral met voeten, ja. Ja, precies. En ik neem dat echt wel aan dat mensen dat hebben. Dus ik heb een serie bedacht om schoenen zo te verbinden. En dit is er dus eentje uit een reeks, want er waren er meer uit. En gespeeld met het lijf en schoen. En nou ja, het zo gehouden dat je de foto's ook wel gewoon kunt presenteren. Ja, het bananenrokje met de schoenen was er eentje van, ja. Ja, wat grappig. Ja, ik vond het wel origineel. Maar was dit in opdracht dan, of niet? Het was een verzoek. Dus ik ben zelf naar een schoenenwinkel toe gegaan. Ik heb gezegd, ik wil voor jullie schoenfoto's maken. En dat vonden ze wel oké. En ze vonden dat zodanig oké dat ik gewoon echt gewoon kapitaal aan schoenen meekreeg. En ze zeiden, nou, we zien ze wel weer terug. En dat werd leuk. Dus toen had ik ook heel erg de vrije hand. Want ja, normaal gesproken in een reclamecampagne zit er natuurlijk altijd een art director die bepaalt wat de boodschap wordt. Ja. In dit geval kwam ik met een idee en zei die winkel van, oh, nou, dat klinkt wel grappig, doe maar. Dat is natuurlijk niet hoe een reclamecampagne normaal gesproken gaat. Nee, dan is het heel geregistreerd. Sterker nog, dan krijg je gewoon een complete briefing. Ja. Ja, een tekening en een briefing. En dan weten ze, en hier moet vrije ruimte, want daar moet tekst naast. Ja. Dus als dan moet er dus eigenlijk iemand anders van de styling van de schoenenzaak, die moet dan bedacht hebben van, oh, die schoentjes die kun je zo leuk bij elkaar doen. Dus het was meer een inspiratieopdracht dan een echte reclameopdracht. Ja, nou, maar wel bedoeld om de schoenen te promoten. Nou, dat is volgens mij wel gelukt, of niet? Ja, ja, ja. Iedereen moest er erg om lachen. Ja, grappig. Ja. Nou, mooi. Karin, heb jij je foto? Is het al gelukt? Even kijken. Ja, nog niet echt. Want je hebt een heel andere foto. Ik heb wel een andere, maar ik heb nog niet die ene heb ik niet gevonden. Maar ja, nou ja, ik heb deze. Dan moet ik eventjes kijken hoe ik die te zien krijg. Want, van boven naar beneden? Ja, als je met je vinger vernieuwt, zeg maar. Dus dan pak je je scherm en die scroll je naar beneden. Ja, dan ververs je de foto's. En als je dan op Karin de Hoofd klikt, of op haar foto, en dan zoom je even in. Dan zie je... Ik weet niet of ik het nu op de goede plek doe. Ik zit nu nog steeds bij jullie site. En volgens mij moet ik nu... Oh, terug naar de app inderdaad. Terug naar de app. Ja. Dan trek je even met je vinger over het scherm en dan vernieuwt hij. Ja. En dan klik ik op de foto van Karin. Ja. Mm-hmm. En dan zie je als het goed is een boot. Ik zie een boot. Oh, dit is geen foto van mij. Nee, oké. Okay. Een ronde foto van een boot. Ja, en, en nu? Ja. En nu? Ja. Wat wil je weten, Karin? Ja, wat zegt dit plaatje jou als je er zo naar kijkt? Wat het mij zegt? Ja. Ja, nou ja, iemand die dit fotootje maakt, die zat overduidelijk dus aan boord. En er gebeurt iets spannends, namelijk de ene boot heeft de andere boot op sleep. Dat is wat we zien. Als je gaat kijken hoe komt het dat je dat ziet, wat ik er spannend aan vind, is dat je zelfs in dat touw, wat normaal gesproken alleen maar een lijn is, zelfs in het touw zie je perspectief. En je ziet dat het touw aan de voorkant veel breder is en in de verte dunner wordt. Dus daar krijg je een soort gevoel van de afstand. Want dat heb je bij het water al wat minder. We zijn dus nu bij het hoofdstukje beeldelementen. Het is wat grijzige dag. Want het is wel een beetje jammer dat je bijvoorbeeld niet... het licht is niet echt lekker. De persoon die daar aan de andere kant aan boord staat, die zien we ook niet. Dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje jammer. Dat je dus niet ziet wie die persoon is die daar aan boord staat. Ja, dus waar is de foto voor bedoeld? Het lijkt me dat de foto bedoeld is in het privédomein. En dat het een herinnering is aan zeilen. En misschien een herinnering aan een gebeurtenis. Want waarom heb je een bootje op sleep? Was er geen wind? Was er een motor uitgevallen? Was de benzine op? Of wat zit er in een motortje, diesel? Ja, zoiets. Dus de spanning zit wel in de dieptesuggestie. Leuk zeg. Zo kan gewoon allemaal foto's gewoon bij nadenken en verder op fantaseren inderdaad. Kan gewoon. Ja, het is een kwestie van beginnen met kijken van wat zie je. Maar wat ik zeg, een foto wordt altijd duidelijker als je context hebt. Dus je weet van, oké, waar gaat dit over? Waarom zie ik deze foto?
Waar verbindt hij aan? Ja, dat zijn natuurlijk altijd dingen die een fotobespreking waardevoller maken. Ja, precies. En nou het verhaal achter de boot? Oh ja, ja. We waren inderdaad, wij konden ze slepen. Hun motor was kapot. En ze stonden blijkbaar al 3 kwartier met hun armen omhoog te zwaaien naar elke boot die langskwam om hulp te vragen. En uiteindelijk kwamen wij voorbij, dus wij zeggen, ja tuurlijk, kom maar. Dus sterker nog, we zijn er langs gevaren en vervolgens hadden de moed al opgegeven om hulp te kunnen vragen, geloof ik. Dus we zijn weer teruggevaren met, gaat het wel goed hier? En toen zei hij, nee, eigenlijk niet, maar... Ja, uiteindelijk hebben we er 2 flessen wijn aan overgehouden. Ja. Oh, kijk, het is allemaal goed gekomen. Ja, ja. Nee, en die andere is staan, Pauline. Dus dat krijg ik echt niet voor elkaar om dat netjes te laten zien. Oké, nou dan houden we het hier gewoon bij. Ja, toch? Ik bedoel, we hebben al een aantal foto's besproken. We hebben al zoveel gesproken over foto's. Ja. Wil je verder nog iets hierover kwijt, Tom? Nou ja, kijk, ik hoop dat iedereen ontdekt dat als je een foto op een interessante manier analyseert, dat je dan schatten opgraaft die in feite bij nader beschouwing gratis voor het oprapen lagen. En daardoor zal je merken dat een foto open benaderen, hem helder analyseren, dat de kortste weg naar een groot geluk is. Wauw. Dit klinkt wel als een hele mooie afsluiter, Tom. Nou. Daar vroeg je toch op. Ja, nee. Ja, weet je, volgens mij kunnen we allemaal een beetje geluk gebruiken. En ja, als dat door een foto kan, is dat natuurlijk helemaal fantastisch. Ja. Ja, ja. Ik heb enorm veel geleerd over het analyseren. Vooral je beeldelementen. Kijk, ik ben natuurlijk wel gewend om te kijken qua compositie. Maar dat het volgens een bepaald stramien gaat, vind ik heel erg prettig. En ik heb geleerd dat het soms fijn is om inderdaad een hele batterij aan woorden even door te kunnen nemen. Om te denken, ja, inderdaad, mooi. Maar wat hebben we nog meer? Ik vond het een hele inspirerende. En ik ga de lijst zeker gebruiken om voor inspiratie in ieder geval. En niet meer terug te grijpen op de standaard woordenkennis die je hebt. Maar eens te denken van, ja, welke is inderdaad nu hierop van toepassing? En kan ik mezelf eens uitdagen om eens met dit woord aan de slag te gaan? Dat vind ik ook wel een hele mooie. Ja. Ja. Nou, ben ik geslaagd in ieder geval vandaag. Ja, nou, ik ook. Ik ga niet zeggen dat ik het allemaal vandaag ga doen. Nee, maar het is natuurlijk wel doordat je anders naar werk kijkt en ook anders naar woorden. En dat je daarmee de tijd voor neemt om daar eens op los te associëren. Kijk, en de een doet het door middel van foto, de ander door schilderijen, de ander door sport. Het maakt niet uit hoe je het doet. Alleen, ik denk wel dat tegenwoordig iedereen foto's maakt. Zelfs de oudere generatie, die kijkt nog steeds niet in de lens. Maar hey, ze staan er wel op, weet je wel. En ze lopen wel allemaal met een mobiel in de hand. En ik moest daar erg om lachen. Ik had laatst een groep mariniers voor de camera. En die hebben elk jaar een reunie. En elk jaar is de kunst, kijken ze allemaal naar mij? Of kijken ze nou nog steeds stug langs die camera? Het is elk jaar een uitdaging, maar elk jaar gaat het beter. Ja, nou, dat is, in mijn stukje wat dinsdagmorgen weer in de krant verschijnt, daar behandel ik ook de problemen van de groepsfoto. Oh ja, oh, heel goed. Ja. 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 Nee, dat is echt, met oudere mensen is dat echt een uitdaging. Die jongeren die kijken allemaal, die snappen het allemaal, maar die ouderen, dat is echt nog... En dan heb ik het over de 70-80-plussers, hè? Dus dan... Ja, die denken dat het een deugd is om bescheiden te zijn en dan jouw foto te verkloten. Nou, zo kan je het ook omschrijven. Ik ben dan toch iemand die hardnekkig probeert. Joe, ik sta hier. Joe, kijk maar naar mij. Hier zo. En dan op een gegeven moment, na 5 keer denk ik, ja, klaar. Dit werkt echt niet. Ik heb het echt geprobeerd. Een megafoon of een vogeltje. Het helpt echt hoor. Ja, nee, maar weet je, met 20 mensen moet dat allemaal wel te doen zijn, zou je denken. Maar het is echt een uitdaging af en toe. Ja. Dus dat is erg grappig. Maar die zijn gewoon niet gewend hoe dat werkt. En dat is dus, ja. En als je dan ook uitlegt, joh, tik even op het scherm, dan wordt die scherp. Is ook zoiets, dat weten ook heel veel mensen nog niet. En dus het is nog steeds, ik vind het een hele uitdaging altijd. Maar... Het blijft gewoon heel erg leuk.
Ja, ik weet niet, Karin, heb jij nog wat toe te voegen of te vragen? Of volgens mij... Nou ja, Tom, er is een wereld voor mij opengegaan met jouw boek. En zeker de bespreking. Wat zie jij in de foto? En dan de groep de opdracht te geven. En wat zie jij erin? En maak daar dan eens een foto van. Ja, dat ja. is echt een mooie, leuke oefening om zo ook in gesprek te zijn met elkaar. Ja, je kunt er hele leuke fotoprojecten van maken ook. Ja. Ja. Dankjewel daarvoor. We worden gewoon keihard aan het werk gezet. Hoor je dat, Karin? Ja. Nou, fotografie stopt nooit. Nee. Maar nee. deze room gaan we wel stoppen. Dankjewel voor al je inzichten en je tijd en je energie. En ik vond het heel erg leuk om eens op een andere manier met fotografie en het analyseren van foto's, om daar eens over te spreken. En ik denk dat we gewoon mensen moeten aanraden om jouw boek te bestellen. En eens verder te gaan kijken in inderdaad, wat zie ik nou echt op die foto? En hoe pak je dat nou aan als je dat wil leren? Ja, dat kan je gewoon perfect. Je hebt de perfecte handleiding gemaakt in jouw boek om dat eens goed onder de loep te nemen. Nou, dankjewel voor je tijd in ieder geval. En geniet van de zondag. Ondertussen is hier de zon weg. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar... Ja, ook, ja. Ja, ik denk dat het een mooie binnendag wordt. En binnen kan je ook mooie foto's maken. Dus dat is geen excuus om daar niet mee aan de slag te gaan. Nou, dankjewel voor je tijd in ieder geval. Graag gedaan. En een fijne dag. Ja, tot ziens allemaal ergens in het land bij een lezing of wat ook. Kijk, precies. Mooie afsluiten. Dankjewel. Oké, dag. Dag. Doeg. Wat ontzettend tof dat je deze hele podcast geluisterd hebt. Volgende keer zijn we er weer in de Boekenclub Clubhouse met een nieuwe schrijver die komt vertellen over zijn boek. En wil je nu meer weten over deze schrijver, of het boek bestellen, of meepraten in de Boekenclub, klik gewoon op de linkjes in de beschrijving. En vond je het een leuke podcast? Klik op volg, like, abonneer, het mag allemaal. En helemaal tof als je hem doorstuurt naar iemand anders die er ook wat aan kan hebben. Tot de volgende podcast!